Na het opnemen van deze nieuwe aflevering van Theme Talk kregen wij te horen dat Toverland de Halloween Nights kan laten doorgaan, maar wel met nieuwe aangescherpte maatregelen. Zo wordt er door het hele park geen alcohol verkocht, de hele dag door niet. Er zijn alle souvenirshops om 8 uur s'avonds gesloten en wordt er extra toegezien op de groepsgroten. Ook raadt het park bezoekers dringend aan om een mondkapje te dragen, zeker in de binnenruimtes. En restaurant De Flaming Feather blijft gesloten de hele dag. En hiermee wordt het landelijke beleid opgevolgd met betrekking tot de horeca. Het is wel mogelijk om eten en drinken af te halen bij de verschillende horecapuntjes in het park. En helaas blijft ook het gloednieuwe spookhuis Maison de la Magie gesloten voor publiek tijdens de komende Halloweenavonden. Je kunt er dus niet meer naartoe. We gaan het er nog wel over hebben in deze aflevering, want ik heb nog wel het geluk gehad hem te kunnen bezoeken. Maar helaas is Maison de la Magie gesloten. Maar vooralsnog gaan de overige ingeplande Halloweenavonden in Toverland gewoon door... Veel plezier met deze nieuwe aflevering van Team Talk en tot na de tune. Aflevering 143 van Team Talk van donderdag 15 oktober 2020. Van harte welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Ik ben Thomas van Groningen. Ik ben Maurice de Zeeuw. En deze week in Team Talk hebben we het uiteraard over de uitspraak van... De Raad van State over de Efteling. Ja, hebben we het uiteraard over het annuleren van de Halloween Fright Nights. Hebben we het uiteraard over het misschien annuleren, want dat wordt bekend waarschijnlijk tijdens het opnemen van deze podcast, ja. van de Halloween Nights in Toverland. Ja, dan gaan we het natuurlijk ook hebben over de aankondiging van de nieuwe speeltuin Nest in de Efteling. En, en... we gaan het hebben over het verdwijnen van een andere attractie in ja. de Efteling. En Europa Park gaat nieuwe attracties bouwen. Jeetje Mina, wat gebeurt er? Dus in eigenlijk is bijna niks te bespreken. Zo in oktober 2020. Wat is dit? Wat is er aan de hand? Is er is zoveel Pretpark nieuws. Echt bizar. Het is niet normaal. Dus als je dit aan hebt geklikt, dan weet je hoe lang het gaat duren. En waarschijnlijk <laughs> weten wij het nu ook al. Waarschijnlijk iets in de twee uur. Ik doe mijn schoenen uit. Ja. Zo. Ik doe mijn benen zo. op de bank. Ik ga erbij liggen. Lekker. Maris. Ja. Wat is jou deze week opgevallen in Pretparkland? Ja, dat is een goede. Uh, nou, we hadden het even over Toverland. En daar was ik dus voor de. Halloween night. Ja, jij bent bij de allereerste avond geweest. Hè? Ja, jij zou ook mee gaan, maar je had helaas iets verkeerd gegeten, waardoor ja. jij, uh, ja, kokhalzend, ja. of je grootste lach. Ik, ik, ik denk als het een normale pretparkenavond was geweest, zeg ik je eerlijk, dan was ja. ik wel gekomen. Ja. Maar ik voelde me niet lekker. Ik had, wel het, ik voelde, ik had iets verkeerd gegeten. en ja, en toen dacht ik als ik nu naar een Halloween ga, dan ben ik wel heel af te behoeden. Dat vind ik niet een hele relaxte avond. Daar kom ik niet. Ja. Dus ik ben niet gegaan. Nogmaals, wel dank voor de uitnodiging, want het was volgens mij wel gezellig. Maar, uh... Ja, zeker. Ik heb gelukkig een uh, hele grote vriendenkliek die allemaal uh, ja, stond te springen om mee te gaan. En dus... jij praat ja, nog te... tegen een lantaarnpaal als het moet. Dus... Precies. Ja. Maar goed, ik was dus in, uh, in Toverland en ik liep daar dus bij de Flaming Feather. Nou, die moet dus sinds de nieuwe maatregelen moet die dicht. Maar naast de Flaming Feather is een heel groot terras met een enorme speeltuin. Met nog andere zitplaatsen daarnaast. Daar hebben ze dus de laatste tijd hebben ze daar allemaal omheiningen neergezet met terrasverwarmers en grote. Uh, houten schotten, helemaal in kleuren gebijt met uh, doeken eroverheen, helemaal in stijl. Maar dat, uh, dat is dus een terras nu. Maar de terrassen moeten dus ook dicht. Maar mag ik nu dus uh, sinds de nieuwe maatregelen, ja een beetje moeilijk verhaal, maar mag ik dan wel iets afhalen en dan daar gaan zitten terwijl ik niet bediend word? Want dat is volgens mij waardoor iets een terras is. Maar ik kan dus, ik, ik kan dus toch gewoon ergens iets te eten halen en dat dan daar gaan opeten. Hoe, hoe zit dat? Ja, dat is een beetje een lastige, want de horeca moet dus dicht. Dat betekent dat terrassen en ja. restaurants en cafés dicht moeten. Maar afhaal mag. Ja, maar ik, ik mag dus iets afhalen bij de Fleming Feather. En dan mag ik daar gaan opeten, daar in de buurt. En uh, toevallig is daar een compleet omheinde ja. ruimte. Lekker overkapt, lekker met warmtelampen. En ik word daar inderdaad niet bediend. Nee. Dus dat is dan denk ik het, 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 het feit waardoor het een... Ja, maar formeel, is. formeel buiten een pretpark zou dat ook niet mogen. Ja, maar, maar als je het niet bediend wordt, dan is het toch goed? Of hoe het nee, Want bijvoorbeeld. We hebben het een tijdje gehad met, met uh, uh, ik weet het nog, met McDonald's. Ja. Uh, die moesten hun terrassen sluiten, ook al werd hij niet bediend. Je mocht, ze mocht ook echt je mocht niet op de, de, de picknicktafeltjes bij de McDonald's gaan zitten. Want nee, want het terras moet dicht zijn. Ja, dus je zit... was, het was een beetje een gekke situatie eind mei. Want toen was op 1 juni gingen de terrassen open, maar eind mei gingen ja. in Nederland de eerste dierentuin en pretparken open, waaronder de Efteling en toen had je die hele rare situatie dat je in de Efteling eigenlijk dat dat de enige plek in Nederland was waar je legaal een terrasje kon pakken. Je kon dus bij het zeilend vergat. Ja. Uh, in de Efteling vind ik een mooi voorbeeld. Daar kon je wat te drinken halen en dat kon je op die picknicktafeltjes daarnaast op gaan eten. Ja. Uh, of drinken. <laughs> Eten drinken. Je kon ja, iets maar halen. De, 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 en dat is dan de enige plek in Nederland waar je legaal naar een terras komt. Want overal het... in de publieke ruimte. Wij zijn terrassen dicht. Ja. Maar met die gloednieuwe omheining zou het overal denk ik een beetje mikken op het feit dat ze dan zowel binnen als buiten. gewoon mensen lekker warm kunnen laten zitten. Maar met die. Uh, maar daar schiet ze eigenlijk niks meer op. Want met de nieuwe regel. mag er sowieso niemand meer zitten. Ja. Hey, dit wordt een heel lastig ding weer de komende weken. De pep mogen Als dus blijven. Uh, en de horeca mag alleen afhaal zijn. Ik zag net op Twitter de, de, de webcare van Walibi ook weer reageren. Iemand die vroeg: hoe zit het dan als ik morgen naar Walibi kom? Moet ik een mondkapje op en kan ik dan wel wat te eten krijgen bij jullie? Nou, Walibi reageert: ja, we verkopen wel eten en drinken. Ja. Maar het is alleen afhaal. Maar ja, het is niet dat je het dan afhaalt en dan buiten het park moet gaan op. Nee, nee je mag het wel in het park. Maar dan kan je zo ook gaan zitten waar je wil. Dus dan heb je alsnog een soort van terras. En dus, maar Oké, okay, dus, okay, dus we gaan eventjes heel. heel mag ik. Um... Mag ik bijvoorbeeld bij Casa Caracol iets op het terras opeten? Nee. Mag ik, in deze, in deze geest van deze wet hè, ja. ik mag dus niet in het, op het terras van een horecapuntje iets opeten. Dat mag dus niet hè. Mag ik wel op het terras van een ander horecapuntje iets opeten van bijvoorbeeld Casa Caracol? Je hebt, uh, ja, ja. Ja, hebt bijvoorbeeld het, uh, het Silent Fregat, dat, dat is dus een, een, een tentje op het Piranhaplein. Mag ik daar een worstelbroodje halen en mag ik dat dan opeten op het terras van Casa Caracol? Nou ja, het ding is, en terrassen hebben? moeten dicht. Maar, en nou komt, nou komt de crux. Ja. In pretparken kan je als pretpark zeggen, wij hebben horeca met afhaal. Ja. En dat is gewoon zitgelegenheid bij zit, het pretpark. Daar zijn, dat zijn banken. Want ja. er zijn, even verderop, heb je ook bankjes... En dat is wat je denkt de komende weken gaat krijgen. En daar gaat ongetwijfeld iemand een foto van maken en zeggen... Mag het wel. Maar mag het hier wel. Ja. En mag het in de binnenstad van Rotterdam niet. Nou ja, ja. En ze kunnen prima kunnen ze die tafels op het terras... Dat nu geen terras meer is. De tafels op het, uh, op het plein kunnen ja. ze prima twee meter uit elkaar zetten. Ja overigens, ja, kijk, pretparken, we, we, we gaan er zo meteen uitgebreid over verder praten over de coronamaatregelen, maar pretparken mogen open blijven. En dit is een van de dingen waardoor het een beetje vreemd aanvoelt. Want die horeca in die parken ja. is dus ook open. Maar ik denk dus inderdaad, het terras van Polles Keuken, uh, gaat hem echt niet worden. Polles Keuken binnen uh, gaat hem echt niet worden. Witte Paard uh, gaat hem echt niet worden, als we even de Efteling als voorbeeld nemen. Ja. Maar bijvoorbeeld, uh, ja, al, die, al die broodje inhoekskramen, kramen dat kan gewoon. Uh, in Walibi uh, denk ik dat bijvoorbeeld zo'n cock-a-doodle-doo uh, gewoon ja. open kan zijn? Dat, dat dat wat natuurlijk een beetje gek is, want als je dat ja. in een stad zou doen, dan ben je de Sjaak, maar het, het kan doorstroomlocatie. Noemt het kabinet dat dan? Ja, ja. maar oh. Amsterdam is enige grote toeristenhotspot, dus het is enige grote doorstroomlocatie, <laughs> zou je denken? Ja, maar hm. toch mag je daar niet op het ras zitten. Maar dus Am in de Efteling Amsterdam dan, dan, ja. eh, Amsterdam ontvangt per jaar meer bezoekers. Dan de Efteling en het Toverland en Walenbier bij elkaar. Ja, ik wil zo meteen wel even uitgebreid horen hoe jouw bezoek was aan uh, de Halloween Nights. Ja, gaan we zo meteen doen. Maar eerst Thomas, wil ik van jou weten: wat jou is opgevallen in Prepparkland. Vorige week, in deze podcast, uh, spraken wij met Fons Jurgens, de directeur van de Efteling. Previously on Team Talk. Uh, misschien kunnen we even uh, laten horen nu uh, een uitspraak van Fons Jurgens over hoeveel medewerkers van de Efteling een mondkapje dragen. Oh ja, goeie. Komt ie. Al onze medewerkers hebben dringend verzoek gekregen om een mondkapje te dragen. Ja. En als je hier ook rondloopt zul je ook zien nou, dat 98% het mondkapje uh, draagt. Ja. Um, en dat is gewoon voor ieders veiligheid. Moeten we ook gewoon doen. Oké, okay, nou dat klinkt redelijk standvastig. 98% van onze medewerkers draagt een mondkapje. Ja. Ik ben zondag even naar de Efteling gegaan. Uh, dit is dus nog voor de gedeeltelijke lockdown. Hè, en jij bent dus iemand, jij draagt dus een mondkapje. Ik heb daar bij uh, volledige, uh, volledige bezoek aan een Efteling mijn mondkapje ja, opgehaald dat is geen grap. Dat doe je echt. Dat vind ik uh, ja. prijzenswaardig. Behalve uh, toen ik uh, ging zitten bij uh, de Smulpaap, want daar heb ik een frietje gegeten. Ja, dan mag het. Dan mag ik, het ik even afgedaan. Eh. Uh, niet 98% van het personeel van Efteling draagt een mondkapje. Ik denk dat het. Uh, ik, ik heb een steekproefje gedaan. Toen kwam ik onder de helft uit. Maar goed, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk een steekproefje. Dus dat zegt niks. Maar het grootste nou, deel wat ik heb gezien. draagt geen mondkapje. Tuurlijk, er zijn heel veel medewerkers die het wel doen. Maar de meeste medewerkers die ik heb gezien. draagt geen mondkapje. Maar wat is dan ook het verschil tussen medewerkers die binnenwerken. en medewerkers die buitenwerken? Nou, bijvoorbeeld medewerkers in het station van de Python. Dat is een soort van binnen. Ja, droegen geen mondkapje. Oké. Okay. Viel mij op. Uh, medewerkers bij de toiletten, wat vaak uh, wel ook gezien wordt door de wetenschappers als een plek waar corona zich wel eens kan verspreiden. Geen mondkapje. Uh, corona manifesteert zich overal. De medewerkers van de spulpaap. Achter de schermen en zo, die fietsen op de schep en noem maar op, geen mondkapje. Mm. Ja, ik denk dan toch, jongens, dat is een beetje gek. Dat is een beetje gek. Mm. Uh, ja. Nou wordt het verplicht hè, binnenkort, hè, want uh, er komt een mondkapjesplicht. Dat hebben we gehoord op de persconferentie van de premier. Ja. Dus dan moet de Efteling. Uh, wat ik interessant vind is dat, dat die mondkapjesplicht gaat over, uh, 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 die, die gaat in principe voor binnengelden. Ja, moet, juridisch moet het nog dichtgetimmerd worden, maar inderdaad op dit moment gaat het kabinet ernstig overwegen om het dringende advies zoals het nu geldt in eigenlijk heel het land, ja. om, het om te bouwen naar een plicht. Walibi Holland zegt vanaf morgen, het is in Walibi Holland in publieke ruimtes verplicht mondkapjes te dragen. Dus als ik in Merlin's Magic Castle ga, mondkapje. dan moet ik een mondkapje op. Ja. Je je daar geluk... het bij, de, dat, bij de Efteling wachten we nog even op het statement. Dat dus dat komt ongetwijfeld binnen. Ja, daar geluk het is eigenlijk dat er in Walibi Holland bijna niks binnen is. Nee. Het is nu uh, woensdagmiddag terwijl we dit opnemen. Dus we weten dat nog niet. Ik denk dat de Efteling hetzelfde gaat doen: gewoon mondkapjesplicht in het park. Ja. Um, maar dan moeten ze dat ook voor medewerkers doen. En ik vind het zo jammer dat als we dan vorige week de directeur spreken en hij zegt 98% draagt een mondkapje. Dat is dat niet, dan denk ik, ja. Uh, overigens was ik van de bezoekers ook echt een van de weinigen. En dat vond ja. ik heel vervelend, want ik liep door het park en Um, niet op naar nou mezelf, oh kijk mij is fantastisch ik draag een mondkapje, want dat, ja nee, maar ik werd een beetje aangekeken, weet je, zo van oh daar heb je hem, moet je hem zien lopen die, die lulletje rozenwater met zijn mondkapje ik voelde, me een beetje, ik voelde me een beetje verschut, maar ik dacht, nee ik haal hem op, zo. dacht ik, ja zo is dat nee ja, je hebt hem gelijk ook, maar ik dacht wel een beetje ja wat is dit nou weer, weet je, waarom moet ik hier nou weer uh, ja, aangekeken worden ja. ik voelde hem echt uh, ja, een beetje een paria hmm. ja nou, ik, ik heb meelijden met je, Thomas. Maar Dank ik vind you. het wel goed dat je het doet. Ja, heel goed. Verder, en jou was het wel, niet liggen. Verder was het wel een leuk bezoek aan de Efteling. Gelukkig. Nog een keertje Guus gezien. Ah, was toch, is toch wel leuk. Hij was er weer. hij was, nee, hij was er zelf niet. Oh. Nou, hij was. Nee, dat, dat zeg ik nu. Ik keek later op Instagram en hij was er met zijn kinderen. Echt? Ja. Oh. Ja. 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 Dus ja, hij uh, moet ja. ervan niet, hè. het is toch maar tot 15 november. Ja, dus of nu hoort nog korter zelfs. maar een maand. Maar of daar, nog korter. Daar komen we zo meteen wel op. Maar eerst, Maurice: dingen die nooit stoppen. Uh, ook niet tijdens een gedeelte lockdown. Social media. Social media. We hebben een social media account op Twitter. Dat is namelijk twitter.com teamtalknl Waarop je ons, uh, ons kunt volgen. En uh, elke dag plaatsen wij tweets over pretparken of vanuit pretparken. Zo hebben wij een heel draadje over het bestemmingsplan uh, gedoe met de Efteling en de gemeente. Zeker. Dat heb jij helemaal mooi uh, aangepakt. En wat we ook doen, is wij plaatsen stellingen. En deze maand oktober plaatst onze gastgeest Jack Stellington elke maand of elke week twee stellingen. En dat gaat over Halloween. Mm -hmm. En uh, we gaan er twee bespreken. Uh, maar eerst ga ik nog even de andere sociale media uh, uitlichten. We hebben namelijk ook nog een Facebookpagina waarop je ons kunt liken. En we hebben een website: dat is themetalk.nl. Daarop kun je ons uh, een berichtje sturen via het contactformulier. En je kunt dus ook op die website uh, beluisteren uh, via Soundcloud. Maar dat kan ook via allerlei podcast-apps. Zoals Spotify, of Castbox, of Google Podcasts, of whatever. En dan kun je ons dus ook gelijk een rating geven, een review als je dat wil. Ja, de stellingen die we hebben ontvangen van Jack Stellington... <laughs> Blijft een ja, slechte woordgraaf. Die, grap. die ja, ga ja, ik erin okay. houden. Ja, prima joh. Doe dat maar. is uh, dat Disneyland Parijs, net als in Anaheim en Tokio... het spookhuis moet ombouwen met het thema van The Nightmare Before Christmas... Dat is de Haunted Mansion Holiday. Heb jij die ooit gedaan? Ik heb die ooit gedaan in uh, Anaheim. Ah. Ik vond dat wel leuk. Maar nou is het grappig, voordat je de uitslag voorleest. Ja. Ik las dus laatst allemaal Disney-fans... die dus vinden dat Disney dit niet moet doen. Leave the Haunted Mansion alone. Oh, yeah? Echt voor die Haunted Mansion-gekkies. Dat zijn er heel veel in Amerika. Hè? Die ja, zijn, maar als zijn het, fan van die rides. Al zijn, zijn het er 500, dan nog. Maar stel je voor... hè. Ik hou je even dit, dit schrikbeeld voor. Stel nou dat uh, de Efteling zegt... Uh, het is Valentijnsdag. Wij maken een Droomvlucht Valentijnseditie. Met allemaal extra hartjes en liefde en cupido's en dingen. Oh. En die draait drie weken. Vind jij dat leuk of niet? Nee, ik denk dat ik daar niet zo nee. kapot van ben. Nee, jij, jij haalt notabene uh, 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 wijlen Tom van de Vende bij. Die zou dit verschrikkelijk vinden. Die ja. draait zich om in zijn graf. Nou, ja. zo is dat. Nou, en dat hebben die mensen ook bij The Haunted Mansion. Oh. Denk ik. Maar nu denk ik wel dat het thema van Halloween en Kerst zich uitstekend leent om daar iets mee te doen. En Disney heeft natuurlijk al sinds de jaren negentig die film in de stal staan ja. van The Nightmare Before Christmas, die volgens mij best wel een succes is geworden. Niet gelijk vanaf het begin, maar die is in de loop der jaren is dat in een keer een of andere ja, een soort cultfilm geworden. En ik moet zeggen, als ik de filmpjes ervan zie, want ik heb helaas nog nooit de 100 Mansion Holiday gedaan, ik vind dat toch wel leuk uitzien. Dat doen ze goed. Dus als het goed gebeurt... Ja, het klinkt heel cliché. Maar als het goed gebeurt... Dan, dan zou ik dat wel zien willen gebeuren bij Phantom Manor. En dan zou ik dat misschien ook toch nog wel bij de Efteling wat toejuichen. Mm. Maar dan niet met inderdaad Valentijnsdag. Ja, ik noem even een zo voorbeeld. Een heel commercieel iets in een classic. In een ja, wat de Efteling ja. bijvoorbeeld doet met Sinterklaas. Met het Festival. Heel ja. minimaal. Dan zetten ze een Sinterklaasje in de eerste scène. Van, van de Nederlandse... Van de, is dat in, 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 in de Nederlandse scène is dat. Ik vind dat toch wel leuk. Ja, voor Ramadan-versie van de Fata Morgana. Precies, ja, Ramadan Morgana of zo. <laughs> um, ik weet helemaal niet of dit beledigend is voor mensen, maar dat is zo oh, niet nee. bedoeld. Suikerfeest Morgana, dat is misschien beter. Uh, uh, Maurice. Ha Haram Morgana. De uitslag van de poll. De uitslag van de poll. <laughs> oh ja, dan moet ik eens verwerpen natuurlijk. <laughs> wat, wat hebben de mensen gestemd? Ja, wat me opvalt is normaal gesproken dan schommelen we zo rond de 50-50 altijd. Yeah. Maar hier is de voorkeur toch duidelijk. Yes, Disneyland Prijs moet het ombouwen. 72,5% van de stemmers vindt dat Disneyland daadwerkelijk het thema moet toepassen bij Phantom Manor. En, en 27,5% zegt van niet. Uh, dus dat is dan toch wel een, een, een echte minderheid. Maar afgesproken dan is het een, uh, ja, wat ik zeg, een beetje 50-50. Maar nu niet. En wat de andere stelling was, dat gaat over Eddie de Clown. Eddie de Clown, wat vind jij ervan? Vind jij dat een leuk karakter? Ja, ik heb er niet zoveel mee. Ik vind hem wel grappig, ja. Wip, ja, b -b -b -b. Hm. ja, nou. Eddie de Clown. Um, een beetje gejat van Universal. Ja. Heel erg gejat van Jack de Clown. Zoals ja. dus eigenlijk wel heel veel in Walibi is gejat ja. tijdens Halloween. Nou, en Disney... Ik vind hem, soms een, beetje, Disney, uh, ik vind hem soms een beetje... Hij is soms een beetje grof. Een beetje rude. Een beetje Rudy. Ja, uh, dat vind ik dan niet zo mooi. Maar goed, die, die clown die loopt daar dus al veertien jaar rond. Dat Vind ik vrij lang voor een dat is character. lang, ja. 14 jaar is dat 2006 begonnen, ja. 2007, 2007. 2007. Oh, ja, dus, is het 14e jaar zou dit dan ja, zijn, ja. ja. ja, ja, ja. Wauw, ja. Dus, en ik dacht, ja, goed, hoe leuk die acteur het ook doet en hoe, hoe, hoe sterk het karakter ook al eruit ziet. Het is een prachtig, uh, prachtige, prachtige ook. Ehm. Um, um, Vroegen wij ons af via de stelling of Character Eddie de Clown niet over zijn hoogtepunt heen is? Misschien wel, maar ik, ik zou zelf, als ik de directeur van Walibi was, zou ik hem er zeker bij houden. Want het is gewoon een herkenbaar iets. Ja, ik zou er inderdaad nu ook niet echt aan gaan tornen. Maar creatief gezien is het wel iets tijd voor iets nieuws. En dan ook echt iets anders. Dus niet... Ja, maar zeg je dat ook tegen, tegen Disney? Stop eens met die Mickey-man. Nee. Hey. Ja, die zit dat is nou al. Ja. Uh, ik weet niet hoe lang met die Mickey-Mouse. Wel over de hoogtepunt heen, hè? Ja, daar zeg je wel wat, inderdaad. Ja. Ja. Nou goed, dat, dat vindt uh, 61% van de stemmers ook. Die zegt nee, Eddie moet blijven. Is het altijd dezelfde persoon gebleven? Ja, eigenlijk altijd wel. Behalve één jaar. Toen had hij geen tijd of zo. Ik weet niet. Hij zit oh. hij, is, hij is ook actief in de musicalwereld. Ja. ja, we houden even geheim wie het is. hè. Dat is, we uh, houden uh, geheim wie het is. Ja, ja. Een beetje Het is, ouder, het een beetje het is echt. gewoon echt een clown. Nee? Ik ja, een clown. Is... Zeker, ja. zeker. En toen ja. is hij in de show heel eventjes neergezet door gewoon iemand met een echt compleet masker op van Eddie de clown. Dus toen was het niet. Dat was volgens mij in het jaar dat. Uh, Doctor uh, nee, niet Dr. Shock. Uh, Professor Mortis. Was toen. Um, ja, dit zegt mij allemaal niks. Maar nee, dat, die, die, ja, dat ja, ja, had je professor Mortis. En die had dan een hulpje. En dat was dan uh, Rigor. Dat is leuk. Rigor Mortis. Ah. Als je niet weet wat Rigor Mortis is. Oh, even op Een beetje grof. Maar goed, oké. Okay. Lij maar lijkstijfheid. Maar dat, dat lijkt me het lastig gedaan. Dat je dan een character hebt. Wat echt misschien wel je bekendste figuur is als tripwire. Ja. En dat kan maar één iemand spelen. De Efteling heeft dat een beetje te met. Oh, je punctueel. Ja. Die is wel ook de andere gespeeld, maar dat is altijd het net niet. Ja, dat, is uh, dat is wel lastig. Als je heel je herkenbaarheid bouwt rond één iemand, ja. dan kan die persoon echt een goede factuur sturen aan het einde van zijn zin. Ja, zo dat denk ik ook wel. Ja. Ja. <laughs> ja. Ik vraag me heel erg af, een beetje vooruitlopend op, uh, op de Walibi uh, Friday Night's Cancelling. Ja. Zou Eddie, wel gewoon een factuur kunnen sturen voor alle avonden die die. Ja, dat is de, hoe, is de vraag. Hoe geldt het voor de scare actors? Hoe zit het met de verhuurbedrijven voor lichte geluid? Ja, dat is echt wel. Een, dit is een heel pijnlijk dossier, maar daar komen we zo om op. 61% zegt blijven. Dus. 61% vindt dat Eddie moet blijven. Nou, terecht ook. Ja. Maar goed, dat is dus ons Twitter-account, teamtalk.nl. Dan hebben we nog één andere plek ja. waar je ons kan steunen. Jij hebt daar de, de, de administratie al van voor je. Zeker. Dat is petje.af, schoonheidstrip, teamtalk. Dan kan je ons steunen, dan kan je een petje afnemen. Ja. Dan betaal je iets. Ja. Um, Volledig je... vrijwillig en vrijblijvend. Vrijwillig vrijblijvend, uiteraard. Je krijgt dan toegang tot onze WhatsApp-groep. Uh, met uh, bijna of iets meer dan 200, geloof ik al wel. Uh, van onze petje met afnemers. Niet iedereen ja. gaat meteen in die app-groep. Maar er zijn heel veel gezellige mensen die er wel in zitten. Het is heel leuk. Um, je krijgt toegang tot bonuscontent. Waaronder van jou uh, een reportage uit Disneyland Parijs. Een die is al een tijdje geleden opgenomen. Ja, in augustus hebben we die opgenomen. Maar hij staat ja. nu online. En dat is de, uh, de stoomtrein van Disneyland Parijs. Die rijdt eindelijk weer... De Disneyland Railroad. De Disneyland Railroad. En daarin heb ik een, uh, een verslag opgenomen... waarin je ja met me mee rijdt. En waarin je links en rechts van je allerlei dingen ziet. Ja. En vooral rechts van je, want links is gewoon de buitenberm van het park. Ja. En daarin vertel ik wat leuke feitjes die dan zo in me opkomen. Maar ik moet zeggen, het is moeilijk om een balans te vinden... tussen gewoon muziek en geluiden die je hoort in de trein. En dingen willen vertellen en dingen willen beschrijven. Dat is eigenlijk best wel lastig. Maar ik hoop dat het... Uh, dat voor de mensen die het luisteren, dat het een leuke auditieve rondreis is door uh, Disneyland Parijs. Petje.af slash Themetalk, daar kan je ons steunen. Daar kan je support worden. Ja, en ik krijg ook toegang tot meer uh, bonuscontent. Want we hebben ook nog een pubquiz opgenomen in het verleden. We hebben een rondleiding in het land van ooit. Precies. Noem het maar op. Precies. Uh, ik moet er dan even één ding recht zetten. Uh, oh. Want ik noem nu altijd de nieuwe petjeaf afnemers op. Onze nieuwe supports. Um, en een tijdje terug heeft iemand uh, netjes uh, gedoneerd. Uh, en uh, uh, ook gewoon een berichtje achtergelaten. Ja. En die heb ik toen per ongeluk overgeslagen bij het noemen van de nieuwe namen. En die heeft me dat toen laten weten. En toen ben ik in de aflevering daarna. Weer vergeten. Thomas. Dus ik voel me nu een beetje. Dit is een beetje alsof ik de klantenservice van de Efteling ben. zeg maar. Qua kwaliteit. Dus dat is niet goed. Dus dat gaan we nu even extra goed goed maken. Ja. Met een gigantisch applaus voor. Dames en heren. Jordi Marijnissen. Yay! Jordi zegt superleuk om jullie elke week te horen. Sinds drie weken, dat is al veel langer inmiddels, maar sinds drie weken. luister ik en zit ik nu al op aflevering 84. Oeh. Want hij luistert dus alle afleveringen terug. Uh, hij zit op de bus, deze man. Ja. Leuk om Maurice ook bij zijn escape room te zien in het echt. Ja, was gezellig. Ga zo door en hopelijk tot ooit in het echt. Wie weet. Al dus, uh, Jordi Marijn, dus dank voor je steun. Dat wordt zeer zeer gewaardeerd. En uh, we doen altijd ons best om alle namen te noemen. Ik heb ook wel eens dat dubbele noem. Uh, ja. Maar. <laughs> Want <laughs> dat sinds komt... deze week is ook nieuw Jordi. <laughs> nee, maar sinds deze week wel Joris, Pieter. En Jarno. Kijk, dank u, dank u, dank u, dank u voor jullie bijdrage om het maken van deze podcast mogelijk te maken. Petje.af slash theme talk. Ja, wij hadden vorige week hadden we het over onze chocoladeloterij. Ja. Die gaan we even een weekje uitstellen, omdat wij zo belachelijk veel te bespreken hebben. Ja, dus, dus je... Uh, als je nog chocolade wil winnen, tweet even, Instagram even naar ons. En als je Petje.af bent, dan maak je sowieso kans. Ja. Ja, en dan gaan we dus volgende week de trekking doen in de uitzending. Helemaal goed. Maar eerst, ja. Maries, belangrijke zaken. Zullen we beginnen bij de Efteling? Daar hebben we het al even over gehad, maar dat is goed. Uh, beginnend bij de Efteling moeten dus we even zijn, hebben... Er zijn drie dingen eigenlijk. Er gaat iets weg, er komt iets terug en er mag iets niet. Uh, zullen we beginnen bij de mag iets niet? Ja, dan mag jij van alles over vertellen, want dat is allemaal bestemmingsplannen en moeilijk. Ja. En jij bent van ons tweede, Tim Hintzen. Dus nou uh... ja, ik, ik wou dus zeggen: een tip. Uh, er komt ongetwijfeld een deze dagen ook een kleine boodschap online. Wil je ja. echt helemaal in detail weten welke stoeptegel nou bezwaar heeft gemaakt op de kinkpolder? Uh, <laughs> dan moet je zeker even een kleine boodschap luisteren, want die ja. zitten er echt goed in in die materie. Ja. Ik heb natuurlijk de uitspraak gelezen. Ik heb ook de reactie van de Efteling gelezen. Ja. Uh, ook de samenvatting, uh, het persbericht wat uh, de, uh, de Raad van State heeft gestuurd. Um, en ja, de Efteling krijgt weer de deksel op de neus. Voorlopig mag er niet uitgebreid worden. Um, heel even korte uh. samenvatting, voor wie de kwestie niet kent. Er is een bestemmingsplan. Ja. Dat bestemmingsplan heet De Wereld van de Efteling uh, 2030. Dus dat ja. is eigenlijk uh, hoe de Efteling er in 2030 uit moet zien. Dat is iets wat een gemeente moet dat, uh, goedkeuren. De gemeenteraad van Loon op Zand heeft dat goedgekeurd. Ja. In dat plan staat eigenlijk een heel groot deel aan de westkant van de Efteling. Nou, als je dus op op parkeerterrein staan aan de kant van Bosrijk eigenlijk. Ja, je staat op het parkeerterrein, je kijkt naar het huis van de vijf sintuigen. Rechts van de ingang. Uh, en dan rechts van je dat hele gebied, die kant op. Daar wilde Efteling naartoe uitbreiden met parkeerterreinen, met uh, nieuwe stukken pretpark. Zonnepanelen. Uh, een hele hele zooi Moeten allemaal gebouwd worden. En uh, maar daar zitten ook in dat gebied zijn ook huizen. Nou, die mensen, uh, er is ook nog een boer ergens. Die mensen die, die zijn allemaal niet blij. Uh, en die hebben bezwaar gemaakt, uiteindelijk naar de rechter gegaan. Nou, dat is allemaal blablabla. Uiteindelijk is het een bodemprocedure bij de Raad van State geworden. En dit is de uitspraak. En de uitspraak is: ja. Goh, heel veel van die bezwaren van die bewoners zijn ongegrond. Dus die hebben geen gelijk. Maar er zitten wel een paar dingen in dat bestemmingsplan waarvan de Raad van State zegt: Hé, hey, joh, uh, dat is eigenlijk niet helemaal hoe wij het willen zien. Uh, dit klopt niet. Daar zitten nog wat gaten in. Uh, jullie hebben eigenlijk je huiswerk niet helemaal goed gedaan, dus op die 15 punten, daarvan zeggen we, dat moet je beter nog eens een keer uh, ja, uitleggen. Ja, dat zijn 15 punten van in totaal, zoals de Efteling het zegt, 141 overwegingen. Ja, nou maakt dat niks uit. Uh, dat is wel even belangrijk om te weten, want de Efteling spint het zo, nou zie je wel, heel veel punten hebben we wel gelijk gekregen. Ja. Zomaar, dat is zo werkt de rechtspraak in Nederland niet, het is ja of nee. Uh, dus ze is niet... Een beetje ja, nee, het is ja of nee. Oké, okay, dus u hebt die overval gepleegd, maar u bent niet door rood gereden. Ja, precies. Dus ja. Je, je kan zeggen, ja, op heel veel punten hebben we gelijk gekregen, maar op deze paar puntjes niet. Dat betekent niet dat je dan uiteindelijk gelijk hebt gekregen. Want uiteindelijk ja. heb je dan dus, je moet op alles gelijk krijgen of niet. Zo werkt dat nou eenmaal. Uh, en er zijn dus 15 punten en dat zijn echt geen kleine punten. Dat moet echt benaderd worden. Het is echt wel flink wat huiswerk wat de gemeente Loon op Zand krijgt. En de Efteling trouwens ook. Uh, ja. Waarop de Raad van State zegt: Dit plan deugt niet. Ja. En daar moet wat mee gebeuren. En dat gaat nu dus in een half jaar. Uh, het komende half jaar krijgen ze de tijd voor om dat beter uit te leggen. Om daar meer informatie over te geven. En dan uh, daarna wordt er nog eens een keer beoordeeld. Of het dan wel goed is. En dan kan de Efteling in theorie gaan uitbreiden. En ik heb even een tijdlijntje getekend in mijn hoofd. Nou, stel nou, je hebt nu een half jaar. Dus dat is ergens in april, is dan die volgende deadline. 14 april, even in het meest gunstige geval, doet de Raad van State er dan opnieuw zes weken over om tot een beoordeling te komen. In de praktijk duurt dat wel eens langer, maar laten we uitgaan van zes weken. Dan zit je dus in de zomer van 2021 dat de Efteling het goede nieuws krijgt: jullie mogen gaan uitbreiden. Nou, als je dan een beetje gaat nadenken uh, met, met, he, met, met bouwprocessen, noem maar op. Laten we zeggen dat het anderhalf jaar duurt. Om een beetje themagebied uit de grond te stampen. Dan heb je het dus al eigenlijk over eind 2022, begin 2023. Voordat de Efteling echt nieuwe attracties buiten het huidige terrein kan openen. Ik, ik vind het bijzonder flauw dat de Raad van State, die iedere, iedere keer om uitstel en zo, iedere keer uitstel nodig blijkt te hebben. Dat die nu een keer zegt: ja, over een half jaar moet het, moet het klaar zijn. Dat vind ik een beetje flauw. Um... Ja, waar dat half jaar vandaan komt weet ik ook niet precies, maar nee. ik denk dat het ook mee te maken heeft, is dat je wel verplicht bent naar je omgeving om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Ik zou zeggen, niet zeggen, we gaan er nog vijf jaar over maar, doen. Nee, maar ik zou zeggen tegen de Efteling, zoek het maar uit, maak het maar opnieuw en als je klaar bent, horen we het wel. Ja, maar dat kan dus niet, want stel je hebt een huis naast de Efteling, dan kan je het komende half jaar of het komende jaar, dat is niet fatsoenlijk verkopen, want de waarde van je woning is nogal afhankelijk van of er binnenkort een pretpark voor je snuffel ja. staat of niet. Dus ik snap dat, ja. maar je moet, je moet zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen als gemeente en als Efteling. Ik heb wel wat dingetjes eruit die wel interessant zijn. Um, vooropgesteld, um, maar dat zei ik net al, de bewoners hebben op heel veel punten ongelijk gekregen. Ja. Heel veel argumenten zijn van tafel geveegd. Er waren een paar argumenten die heel veel voorbij kwamen in deze zaak. En dat was vooral een beetje calimero-argumenten, noem ik dat. Zij wel en ik niet. Uh, bijvoorbeeld mensen zeiden: ja, ik heb een lapje grond. Uh, dat grenst aan Eftelinggebied. En ik mag niet daar een recreatietoco beginnen. Maar dat, dat grasveld hier voor de deur. daar mag de Efteling straks wel recreatiedoeleinden uh, doen. Noem maar op. Dat vind ik niet eerlijk. Nou, daarvan zegt de Raad van State. Ja, sorry, maar daar gaat dit niet over. Dit bestemmingsplan gaat over de Efteling. En niet over uw winkeltje. Dus als u dat ook wil, moet u zelf naar de gemeente gaan. en vragen. Kan het bestemmingsplan gewijzigd worden? Maar dat heeft dan toch niks met deze kwestie te maken. Uh, ja, ja, ja. Nou, op zich. Uh, Denk ik dat dat wel een, aardig, punt. Ja, een aardig argument is. Um, maar er zijn wel een paar dingen waarop de Efteling ongelijk heeft gekregen. Een van de argumenten uh, is uh, dat de Efteling zegt: Wij kunnen op ons huidige terrein niet verder uitbreiden. Want uh, we zitten op uh, een extra percentage wat we mogen bebouwen: 11 procent. En daar zitten we bijna aan. 90% eruit? van de Efteling is op dit moment bebouwd. Dus we zouden, of nog onbebouwd, dus we, we kunnen nog 1% van onze grond bebouwen. We moeten uitdijen, want anders kunnen we niet, dan kunnen we niet verder. Ja. Die 11% is ook echt een regel. Dat is, staat echt in het bestemmingsplan voor de Efteling. Zoals dat door de gemeenteland op zand nu bestaat. Ja, is dat zo of is dat een interne regel? Dat, nee, dat is echt, dat staat in het bestemmingsplan. Alleen wat blijkt als je een beetje gaat zoeken. Dat is ooit voortgekomen uit de Efteling zelf. Want ja, die vinden okay. namelijk: we moeten groen blijven, het groene karakter moet belangrijk uh, zijn. Maar de Efteling is, staat zo bomvol attracties met wandelpaden en, en baronpleinen. De pa en... paden tellen niet mee. Okay. Dus het gaat echt om bebouwing, constructies, panden. Oké, okay, dus dat een plein weet. telt ook niet mee. Een plein telt niet mee. In theorie kun je heel de ah. Efteling bestraten. en dan blijft het nog steeds. Het uh, is nog steeds een bosgebied. Precies. Uh -huh. Nou, Niet een bosgebied, maar dan is het nog steeds maar zo ja, procent. op papier. Okay. Ja, ja, ja. ja. Um, en dit is dus een discussie waarvan de raad van State zegt: ja, maar waarom zegt de gemeente dan op zand... Dus mijn voortuin waar een paadje ligt, daar is helemaal niks bebouwd. Kijk, jij zegt tegen ons: wij moeten daar gaan bouwen, omdat we op onze huidige plek niet kunnen bouwen. En als we niet kunnen bouwen, ja. is het slecht voor de bedrijfsvoering. Nou, goed argument. Alleen, waarom kan je niet op je huidige plek bouwen? Ja. Papa, en mama, ik wil een tweede slaapkamer. Want op mijn eerste slaapkamer wil ik maar zoveel ruimte bebouwd hebben. Dus ja. ik wil een tweede slaapkamer. Maar waarom is dat dan? Ja. En dan zegt de, de Efteling, ja, staat in bestemmingsplan. Nou, nu zegt de Raad van State die zegt: Ja, wacht even. Dan moet de gemeente Loom Zand wel even goed vertellen. Ja. Waarom het zo belangrijk is. dat er niet meer procent van de Efteling bebouwd wordt. Ja, want het is dus een, een procedure tegen de gemeente. De Efteling is eigenlijk helemaal geen partij hierin. Hij is een derde partij. Dat, dat is wel heel, heel ingewikkeld, ja. ja. Om, om het makkelijk te maken. Ja, <laughs> ja precies. <laughs> um, maar dat, dat is dus een, 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 een vraag die de Efteling moet gaan onderbouwen. Die de gemeente Loom Zand moet gaan onderbouwen. Waarom is het slecht als er in de Efteling meer dan 11% bebouwd wordt. Kan jij een goed argument bedenken? Ik kan dat nu al bedenken. Houdel? Het argument gaat zijn, en dat wordt dan uitschreven in 112 a A4'tje straks, maar de, de, de kern wordt dit. Efteling is al sinds jaar en dag een bosrijk gebied, biedt ontspanning aan vele miljoenen mensen per jaar, en kan dat mededoen door het bosrijke karakter. En daarom willen wij als stichting en als, als organisatie, willen wij uh, er zorg voor dragen dat ons bebouwingspercentage zo laag mogelijk blijft, zodat wij iedereen kunnen garanderen dat ze in een bosrijke, gezonde, natuurlijke omgeving terechtkomen. Waar ook de gemeente profijt bij heeft, want dat laat me zien, het groene karakter van Lodopsand en Brabant. En daardoor is het belangrijk dat wij onze bebouwing verspreiden. Nou, ik hoop dat ze jou bellen, want dit is op zich, ik denk dat dit een goed verhaal is. Ik heb geen idee waar de Raad van State precies naar zoekt, maar dit is dus een van de dingen die ze moeten gaan vertellen... Een ander punt is, maar dat is volgens mij gewoon slordig, want het is gewoon niet zo'n goed opgesteld plan, um, is dat er in die plannen onvoldoende rekening is gehouden met de afstand vanaf andere percelen. Dus jij hebt een lapje grond, en jouw buurman heeft ook een lapje grond, uh, maar dan mag jouw buurman niet uh, zomaar op de grens, tot aan de grens, iets bouwen. Daar moet een soort van buffer in zitten. Maar de ja. afstand, want je kan niet in één keer zeggen, hier staat een woonhuis, en dan bouw ik tegenaan een hornbach. <laughs> dat, dat kan niet. Ja, ik vind Hornbach een mooi voorbeeld, want dat is ja. hoe de achterkant van een Dark Rider eruit ziet. Weet je, dat ja. kan niet. Ja. Ja. Dus, uh, Amajaya, je PIE, je moet 10 meter opschuiven of 20 meter ja. of weet ik veel. In dat plan staat dat niet opgeschreven. Dus in theorie mag de Efteling zeggen: we bouwen een nieuwe droomvlucht. en die grenst aan een nieuwe achtertuin. Daar. Ja. Heb je een mooi uitzicht op inderdaad golfplaten. Maar waarom is dat niet goed opgeschreven? Dat is gewoon slordig. Uh... Dus daarvoor zegt de Raad van State: dat moet beter opgeschreven worden. Dat moet duidelijker, want het biedt de Efteling veel te veel vrijheid om te doen en laten wat ze willen in dat gebied. Dat kan niet zomaar. Dan is er nog een ander punt. Uh, die is ook wel interessant. Uh, geluid. Uh, ja, dat is ook niet goed opgeschreven. Hoeveel ja, geluid, geluidsoverlast mag de Efteling straks veroorzaken. in die nieuwe stukken pretpark. waar dus heel dichtbij mensen wonen. Ja, mag je daar bijvoorbeeld. Uh, als je daar een achtbaan bouwt. dat is ook echt een voorbeeld. wat, uh, wat, wat in die zitting ooit voorbij kwam. Is ja, wat nou als je heel de dag in je tuin zit. en je hoort heel de dag op een metertje of 50 afstand. Een achtbaan voorbij razen. Ja. Nou, jij en ik weten allebei hoeveel herrie een achtbaan maakt. Ja, is wel leuk heerlijk. naast je huis. Nou, is niet goed omschreven. De Efteling moet gewoon regels krijgen. Als je daar een pretpark gaat bouwen, moet dat zoveel meter van de rand. En mag dat maximaal zoveel decibel geluid maken. Toen ik deze zomer op de camping sliep, werden we wakker van het test van de Boosterbike. Leuk. Die staat echt niet naast je tent. Maar nee. toch hoor je hem. Ja, toch hoor je hem. Um, dat, dat zijn belangrijke dingen. Uh, iets anders wat wel echt een probleem gaat zijn, is stikstof. Daar hebben we het vaker over gehad. Oh, ik dacht dat dat van tafel was. Er zit een zogeheten Natura 2000 gebied in de buurt van de Efteling. Namelijk de Loonse en Drunense duinen. En ook de leemkuilen. Ik ken dat eigenlijk niet zo goed. Ik er nooit van Leemkuilen, ik ook niet. Maar goed, Natura 2000 moet beschermd worden. Stikstofdepositie, om even een vies woord te gebruiken. Dus als je dus met je auto naar de Efteling komt. Ja. Dan komt de stikstof uit je uitlaat. Zo vies, hè? En dat slaat neer op plantjes. En die plantjes vinden dat lekker. En die gaan er heel erg groeien. Maar daardoor kunnen andere plantjes niet meer groeien. Nou, dat is een probleem voor natuurgebieden. Want dan heb je alleen maar dezelfde plantjes dadelijk in de. biodiversiteit. Precies. Nou, het probleem is dat als de Efteling gaat groeien en uitbreiden. dan komen er meer mensen. En die komen ook nog eens een keer met de auto. Dus die komen met de auto. of een twee brommetje. komen eens naar die Efteling toe. Meer stikstofuitstoot. Zelfs tot 7 miljoen per jaar. Precies. En dan heb je dus ook meer dezelfde plantjes in de loon Duinen. Oh, en daarvan zegt de Raad van State. Je moet beter opschrijven, gemeente dan op zand. hoeveel stikstofuitstoot komt erbij. als de Efteling uitbreidt. En hoe ga je ervoor zorgen dat dat ervoor zorgt dat dat niet de loon Duinen helemaal vernachelt. Ik sta niet eigenlijk... goed in dit plan. Ik vind dat al die groene partijen moeten uitleggen. waarom het zo erg is dat er maar zes soorten planten in de loon duinen staan. <laughs> Jij zegt. Ik geef ze een half jaar de tijd ja. om dat nou goed op papier te zetten. Jij zegt alles kappen. Rododendron. Alleen maar rodendron. Ah, weg ermee. Klaar. Precies. Gewoon heel het duinen betegelen. <laughs> Onderhoudsvrij. Oh, dat je kreeg. Lekker <laughs> acht <je> achtbanen knallen. <laughs> uh, maar goed, dat is dus iets. En. Uh... De Efteling doet het nu voorkomen als in. We hebben op heel veel punten gelijk gekregen. En we gaan het de komende half jaar. doen we even dit werkstuk opnieuw uittypen. Ja. Arial, lettertype 15. Gas erop en dan is het allemaal geregeld. Een plaatje erbij. Ja, die indruk heb ik niet. Want zeker dat, dat stikstofverhaal. Uh, ik heb vanmorgen ook even rondgebeld. door mensen die wat meer in, in dat dossier zitten. rond stikstof. Die zeiden. Daar wordt een pijnlijk verhaal. Want hoe ga je in godsnaam bewijzen. als gemeente dan op zand. dat je een pretpark laat uitbreiden. waar dus heel veel mensen op afkomen. Ja. Hoe ga je nu aantonen dat die mensen over tien jaar allemaal met een elektrische auto komen? Of in ieder geval iets wat er niet voor zorgt dat er meer stikstof in de lucht Nou, Daar gaat die overheid mede voor zorgen door het subsidiëren van uh, elektrische auto's. Nou ja, ik denk dat de Eveling moet zeggen: uh, gewoon keihard moet opschrijven: er komt geen parkeerruimte bij. Je moet met het openbaar vervoer komen. Parkeren bij de Eveling kost je straks 50 euro. Uh. Kom niet met de auto. Donder erop met je, met je, met je, met je uitlaat. <laughs> Dat, ja, en Serieus, ik denk dat ze zo'n zo soort plan moeten gaan presenteren. Ja, en wel, ze gaan volgens mij nog meer investeren in extra laadpalen voor elektrische auto's. Hartstikke leuk, dat is maar de toekomst. Ja, ja, je Ja, kan wel zeggen: ons parkeerterrein is voor allemaal elektrische auto's. Maar als half Nederland nog steeds in een benzineauto rijdt, kan je dat dan nog hard maken? Ja, nee, dat is maar goed. Dat, dat is een heel pittig vraagstuk waar ze in Kaatsheuvel oh. uh, en in Loonopzand uh, de komende maanden zich over moeten buigen. En ik denk. Ja, de Efteling doet nu een beetje voorkomen. Ah, we hebben dit wel goed voor elkaar. En het, we hebben het, eigenlijk, het is bijna naar binnen. Ja, in het, in het persstatement dat ze gaven, dat letterlijk bestond uit allerlei puntjes. Ja. Gaan ze één voor één gewoon proberen ze eigenlijk dat te Zal ik hem even, even bijpakken? Het is ja, aardig om even voor te lezen. Je hele uitspraak van uh, tafel te vegen. Ja. Een soort, schools, een, soort, een soort spreekbeurt van: Hallo, ik ben Je Efteling. En dit is mijn spreekbeurt over het niet doorgaan van het bestemmingsplan. <laughs> ik heb hem hier. Uh, daar komt-ie. Uh, de Raad van State heeft een tussenuitspraak gedaan over het bestemmingsplan Wereld van de Effeling 2030. Ze hebben een groot deel van de beroepsgronden ongegrond verklaard, maar enkele onderwerpen niet. Mooi ook. De Raad van State en de volgende: zij hebben. Nee, de Raad van State heeft. Nou ja, ja, maar in een raad zitten meer mensen. Oké, okay, nou, whatever. Nee, de uh, Raad van State is enkel fout. Dit is best goed nieuws, schrijft de Mooi Efteling. is dat, hè? Net te horen zeggen dat ik het niet meer uitbreiden. Dat is best goed nieuws. Ja, dus, dus deze, de mensen die hier werken moeten politiek adviseur worden. Ja. Echt, maar dit is een spinnen van heb ik jou daar. Je krijgt geen cel, maar wel TBS. Dat is best goed nieuws. Op de, me op de meeste punten bevestigt de Raad van State hiermee... dat het een zorgvuldig en goed plan is. Nou, daar hebben jullie een andere uitspraak gelezen dan ik. Maar goed. In de uitspraak geeft de Raad van State aan... dat een aantal zaken beter vastgelegd moet worden... en een deel van de plannen enigszins aangepast dient te worden. De uitspraak omvat 141 overwegingen. Op 15 punten is verduidelijking of aanpassing nodig. Ja. De gemeenteraad wordt bijvoorbeeld gevraagd... beter toe te lichten waarom niet in het huidige park gebouwd kan worden... en om nadere grenzen aan te geven over de hoogte van lantaarnpalen. <laughs> dat is wel interessant. Er is inderdaad een stuk uh, waarbij het heel erg over de hoogte wordt... Uh, wordt uh, en wat, wat, wat kunnen mensen vanuit hun woning zien? Nou ja, dat moet inderdaad bijvoorbeeld nog wel... Goed worden omschreven. Het is ook een deel waarbij uh, de Efteling zegt we gaan maar 60% bebouwen van dit stukje grond. Um, nou, Je kan bijvoorbeeld zeggen in deze woonkamer waar wij nu zitten, jij zit op 3 meter afstand van mij. Ja. Uh, je kan zeggen, we vullen maar 10% van deze woonkamer. Ja. Uh, en ik ga hier zitten, jij aan de andere kant. Uh, maar dat kan ook betekenen dat jij hier direct naast mij komt zitten. Ja. En dat is ook 10% mij gevuld. Maar je zal dus ergens wonen. En, en voor je deur weet jij niet of die, die 60% die ze gaan vullen, of dat voor jouw deur is. Ja. Of 150 meter verderop. Nou, dat is iets wat de Efteling duidelijker moet opschrijven. Waar ga je nou wat bouwen? Het is te vaag. Nou, de gemeente loopt op zand en de Efteling krijgen dus een half jaar om die 15 punten beter te regelen. Bladibladibla. Um, de Efteling zegt nog dat we wat moeten aanpassen, is helemaal niet ongebruikelijk in zo'n veelomvattend plan. We hopen dat de gemeenteraad met ons deze laatste stap wil zetten en hebben er vertrouwen in dat dit zal leiden tot een positieve einduitspraak. Ik hoop het ook. Ik hoop het ook voor de Efteling, vooropgesteld alsjeblieft bouw die hele token vol, maar goed. Je moet ook rekening houden met de buurtjes en ook met de natuur. Ja. Dat is Belangrijk. Um, we gaan het zien, komende half jaar, maar het is wel zo dat het voorlopig dus wel betekent dat uitbreiding buiten de parkgrenzen binnen nu en twee, drie jaar erg onwaarschijnlijk is. Want het lijkt een half jaar vertraging, maar het is eigenlijk... Een veel langere vertraging daardoor. Ja. Tot zover het bestemmingsplan. Wil je meer horen hierover? Nogmaals, ga naar kleineboodschap.com en luister 6,5 uur aan beslommeringen <laughs> rondom nou, deze gaan, uitspraak. Die, die zullen wel beter in detail vertellen wat er allemaal in die uitspraak staat. Hey, Ik wil toch nog even, even met jou even kort brainstormen. Yeah. Dit betekent natuurlijk nu dat, dat uit, uitbreiden op het gebied naast het Effeling Hotel niet kan. Uh, het stuk aan de westkant kan niet. Dat betekent dat als de Efteling toch. Er nee, mag geen ene hek nieuwe... verplaatst worden, inderdaad. Wat zei je? Er mag inderdaad geen ene hek verplaatst worden. Nee. nee. Maar stel dat de Efteling nu zegt: wij moeten toch snel een nieuwe attractie bouwen. Want in de parken om ons heen is heel veel gebeurd de laatste jaren. Er is een arm geopend op het Walibi. Toverland uh, is goedkoper dan wij, maar heeft best wel een aardig aanbod. We moeten meedoen. Want uh, Fantasieland heeft net Fly geopend. Europa Park gaat de komende jaren dingen openen. Noem maar op. We moeten iets. Moviepark Germany niet te vergeten. Volgend jaar een nieuwe achtbaan. Um, wat zou jij zeggen dan gaan we dus in het park iets slopen en daar een attractie in zetten jij krijgt nu een sloophamer en 50 miljoen wat gaat tegen de vlakte en wat komt er voor terug ik heb drie dingen waarvan de Efteling al eentje heeft uitgekozen Betal. namelijk het café restaurant naast het Canal Festival ik heb uh, het grote logistieke evenemententerrein naast het theater achter Fatoum ja, schijnt wel heel te belangrijk kunnen... te zijn, dat terrein. Ja, maar dat, dat, dat kun je ook nog wel eens anders bouwen, denk ik. Ergens is zo'n Sherguard of uh, ja. whatever. <laughs> ja. En uh, Polkamerina. Ja. Polkamerina tegen de vlakte en dat, gewoon dat hele gebied gebruiken. Inclusief dat bosje. Uh, ik zou niet, niet gelijk het bos achter het pookslot trouwens, gaan kappen. Daar wordt ook wel eens over genoemd. Dat heksenpad ligt daar. Nee. Maar dat vind ik een te mooi bos. En dan, dan zit je wel heel erg gelijk aan die uh, bebouwing. Uh, zit je dan ook wel... Uh, want dat is echt gewoon één groot stuk bos... Ja. als je dat kapt dan ben je ook wel gelijk klaar ook weer ja ja ja, ja. Ik, uh, ik zou gaan voor uh, eh, inderdaad uh, uh, panorama plus natuurlijk, plus natuurlijk ook een soort heuvel natuurlijk wel lastig ja. om daar te bouwen dat is ook lastig ja uh, panorama en welkom op die ja. hoek daar ja, die dus inderdaad ik geloof dat het iets monumentaals heeft maar ook weer niet die status dus volgens mij kan je dat gewoon boem weg uh, mee ik vind het ook geen leuke restaurant het is niet gezellig de, de, de toiletten zijn klein het is we helemaal het past wel gegeten dat was wel lekker weg 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 ja. daar gaan we een attractie bouwen uh, tegen dus Vogelrok aan Tegen de zijkant de Kleuterhof gaat ook weg, want er komt toch een nieuwe speeltuin hey, Best een leuke hoek Ik wil daar een achtbaan die voor een deel over het water gaat lanceer lanceerachtbaan, een beetje Taron-achtig mm -hmm. Die uh, binnen en buiten gaat En we bouwen daar een uh, soort van kasteel of Graag een launchachtbaan hm? Graag een launchachtbaan ja. Ik bedoel, Efteling uh, heeft geen, geen launchachtbanen Walibi wel, Toverland wel Zelfs Drievliet heeft een launchachtbaan Waarom heeft Efteling geen launch en dan kan je nog zo doen, dat je in de kelder daarvan bijvoorbeeld wel een restaurant terug laat komen. Want je hebt wel die horeca ruimte nodig. Ja. Dus dan heb je daar een attractie, achtbaan. weg ermee, mee, bouwen. Morgen nog. En zo. dat kan gewoon, want in het bestemmingsplan: je haalt iets weg, je bouwt iets nieuws terug. Dus ja. het percentage bebouwing gaat niet omhoog. Die uh, loods van Vogelrok zit ook heel veel opslag in. Daar zou je ook nog wat uh, ja. doorheen kunnen laten. Maar dat lijkt me dus heel vet om hele dikke vette. Dat, 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 dat die, dat die, de, die, die achtbaan gaat dus door dat, door dat slot heen of zo, wat je daar bouwt. Ik heb even geen thema in mijn hoofd, dan moeten ze maar even iets bedenken. En dat je dan zo uitvliegt en dan een hele dikke inversie over, die, over dat water. En dan zo ploep, over dat pad weer terug. En die hoek naast Kleuterhof, dat is helemaal zo bebouwd zo. Daar kan je nog een beetje door de bomen heen. Ja, vette achtbaan wordt dit. Bouwen. Dat uh, Kleuterhof zou ik ook plat gooien. Ja, weg ermee. Weg ermee. Plastic, uh, je gaat toch straks een speeltuin bouwen? Dus je hebt ja, toch een precies. speeltuin? Ja, want dat is het volgende onder goed bruggetje. Ja. Dat is namelijk Nest. Ja. Dat is het nieuwe uh, speelterrein. Uh, met een inclusieve uh, verzameling speeltoestellen voor kinderen met en zonder beperking. En zo, ja, je had het heb een filmpje online gezet ja. van uh, Tobias, die door het park liep. Tobias is doof. En hij werd uh, eigenlijk uh, vertolkt live door, uh, uh, door een vrouwenstem, die vertelde dat Tobias in de stoomtrein op weg was naar het nieuwe speelgebied. wat Polcomina. Uh, gaat na zoveel jaar weg. En dadelijk komt hier in dit bos het nieuwe speelterrein Nest. Ja, een inclusieve speeltuin. Dat ja. is heel goed. Dat alle kinderen, dus ook kinderen in een rolstoel. Maar ook kinderen met een visuele of een, ja. uh, hoe noemen we dat dan? Beper ja. Gewoon beperkingen. Iedereen kan daar spelen. Gewoon iedereen die net is geboren kan daar gewoon gaan spelen eigenlijk. Ja. Dat is tof. Dat is echt gaaf. En ik vind het cool dat de Efteling ook echt experts erbij ja. gehaald heeft. die verstand hebben van hoe doe je dit? Uh, hoe bouw je dit? En, 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 en die kennis hebben ze in huis gehaald om dat te bouwen. Super vet. Kost wel 2 miljoen. Vind ik ja. wel een serieus geld trouwens voor een speeltuin. Ja, Die woont... anti onder is duur, hè? Ja, <laughs> geen reden. Ja. De plek vind ik wel opmerkelijk. Want als, je, uh, als ik goed de plek begrijp, is het niet de plek waar nu de Polkamarina staat. Nee. Dat wordt bestraat. Dat wordt terrasruimte, begrijp ik in de wandelgangen. Uh, maar, of in ieder geval gewoon een plein. Uh, ja. Waar je misschien ook een keer een broodje kan eten. Of dat worden wandelgangen. <laughs> maar het komt meer als je zeg maar. Ja, waar, waar nu eigenlijk die, die chip twister, die eigenheimer staat. Ja, daarachter eigenlijk. Ja. ja. Eigenlijk naast de Game Gallery. Ja, tussen de Game Gallery en de Wachtrij van de Vliegende Hollander heb je een groot bos. Ja. Ja, een groot bos. Dan heb je een stuk uh, bebossing. Bossage. Bomen. En daar, uh, dat, dat, daar komt nu dus een, een speelplek. Bomen. Bomen. Ja. 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 Die gaan allemaal weg. Die zijn ja. allemaal gekapt. En dan komt er een soort van speelbos. Ja. Een ja. paar dingen wel. Het ontwerp. Ik ben daar niet echt kapot van. Nee, ik ook niet. Ik ben een beetje bang als ik kijk naar hoe, wat ik zie. Dan zie ik bijvoorbeeld een loopbrug. En op een gegeven moment dan hebben ze. In, in een, want dat is ook wel belangrijk. Alle speeltoestellen hebben alle grote attracties en het ruigrijk. Waar kinderen niet in kunnen. Die, die thema's komen terug in die speeltoestellen. Dus dat is ja. op zich goed bedacht. Ja. Alleen dan zie ik het stukje Joris en de draak. En dan zie ik dat ze bijvoorbeeld die loopbrug. Waar dat, 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 dat houten wandelpad omheen, dat wordt dan omhoog gehouden door bo enorme botten. Ja, dat, dat kan mooi zijn, maar ik alles aan dit ontwerp schreeuwt. Monkey Town, uh, nou, goedkoop Centenparks, uh, klim-kastelen. Uh, ja, cheap, goedkoop, uh, niet best. That is In ieder geval het concept art. Misschien dat het in, als ze echte materialen gaan gebruiken. En uh, alles niet, te, niet te, te, te plastic doen, dan kan het heel mooi zijn. Maar ik ben er bang voor. Hmm. Ik ben er bang voor. Ik moet het zien. Ik vind het ontwerp niet mooi. Maar ik, dat is puur op basis van een art Ik vind het ook heel erg bij elkaar geraapt overkomen. Alsof ze zelf bij de Efteling ook niet precies wisten: van ja, wat moeten we eigenlijk doen? Uh, uh, nou ja, uh, we, we pakken we wel. alle thema's. We zien het wel, whatever. <laughs> ja. ja, ook nu weer het hoofd van het ontwerp is Robert Jaap Jansen. Die we eerder kenden van projecten als Max en Moritz. Ook al niet de grootste uitblinker in uh, visuele aantrekkelijkheid. Nee, nee. Dat is gewoon een beetje een mislukte attractie als ik eerlijk ben. Daar had ik het al over gehad. Maar wel weer uh, aanboren richting uh, de kinderdoelgroep. Ja. Ja, dat, dat, nou, dat valt me op. Hè. Dat, 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 dat... Kijk, de Efteling heeft ongetwijfeld onderzoek gedaan de afgelopen jaren. Wat hebben we nodig in dat dit park? Wacht verwacht ik wel, ja. En blijkbaar is daar, dat gevoel heb ik in ieder geval, naar voren gekomen... dat er voor jonge kinderen te weinig te doen is in dat park. Want anders ja. ga je dit niet doen. Nee. Je bouwt eerst een kinderachtbaan en vervolgens ga je dit bouwen. Dus ja. ergens uh, is er misschien een teruggang te zien in gezinnen met, met jonge, jonge kinderen. Je uh, gaan allemaal naar Plopsa, allemaal naar het Overland en allemaal naar die. Uh... Ja, maar dat is ook goedkoper, hè? Ja. En minder ver lopen allemaal. En, en, en boerderij Molenwaard. Maar goed, daarom doet de Efteling dit. De, ja, hartstikke leuk. Ja, maar ik, ja, het ontwerp... Ach, ga ik moet, je, ik ga je 40 zien. euro betalen per persoon om daar in een speeltuin te zitten? Ja, ja. We hebben in onze appgroep, waren mensen echt, een paar Effeling fans, echt goed over de, over de zijk. Die waren echt boos. Ja. Wat is dit nou weer? 2 miljoen stop je in dit. Ja. Terwijl we al jaren zitten te wachten op een fatsoenlijk nieuwe attractie. Ja. Eerst kom je met Max en Moritz en nu met dit. Nou ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar dat vond ik een beetje zuur. Maar ik snap ergens wel waar dat vandaan komt. Dit zijn, dit zijn speeltuinen. Die verwacht je in een, bij, bij het koffietentje van een dierentuin. Ja, nou wel ja. met budget hè. Met budget. Ja. Ik weet niet of dit nou. Dan speelt dan waar je bij moet betalen? Van de uh, kinderen spelen, moet je 250 betalen? Kijk, je dan moet je, je niet Stel dat je kinderen hier 2,5 uur zich in maken. Ik noem even iets: een uur ja. de Efteling is open uh, het grootste deel van het jaar van 10 uur s ochtends tot 6 uur s avonds, dat is acht uur. Een achtste wij dag, 1, de dag van. een dag voor een park waar je 42,50 voor betaalt. Minimaal ja. Ja. vind ja. ja. ik ja. dat. Weet ik niet of dat nou is waar je op moet focussen of mensen. Het is zo'n wissenwasje. Maar, uh, en er is al best veel speelgelegenheid. Hè? Ik snap niet waarom dat... Is dat oh, zo? Zeker, bij Fabula heb je een heel groot speelruimte overdekt. Je hebt de kleuterhof, heb je dus hè. Wat, wat, ik, wat ik net zei, dat we die hopelijk snel afsluit van de mogen nemen. Dat is het grote plastic speelterrein naast het, uh, naast het Café Rastrand. Volk van Laaf. Schommels Wippe. van Laaf, een heel groot speeltuin, dus zo'n nostalgische speeltuin. Ja, daar zijn toch al best wel drie grote speeltuinen. Verdeeld over drie plekken in het park. En dan heb ik het ook nog niet eens over al die speeltuinen... die je dus hebt in Bosrijk en het Loonse Land... Natuurlijk, de reguliere dagjesbezoeken gaat daar niet per se komen. Maar dat zijn wel echt mooie, moderne speeltuinen, maar wel met een klassieke, mooie, natuurlijke uitstraling. Ja, en dan komt er nu nog één bij, dus. Ja, als stel dat je kinderen in ook van die speeltuinen al 20, 30 minuten spelen, dan is ze anderhalf uur spelen op een dag. <laughs> nu al. Een dure speeltuin. Uh, en ik twee, tweeënhalf uur aan het spelen. Toch? Of, of zijn die speeltuinen altijd vol? Nee. Volgens mij niet. Ik vind maar... dat die wipwappen in het Fok van Laaf staan meer stil... omdat dat ze gebruikt worden, ja, ik heb het idee. bijna door de kinderen van de schommel af te duwen als ik erop wil. <laughs> ja, ja. Je bent dertig, hè? Ja. <laughs> ja. Nee, ja, goed. Uh, uh, interessant. Uh, ik ben benieuwd hoe het uitpakt. Ik ben ook benieuwd wat het betekent voor de bossage... Mm -hmm. naast uh, de Vliegende Hollanden. Ja, die gaat die weg, Die zijmuur is afgrijzelijk van dat, die attractie. Ja. Uh, gaan we die straks zien? Wat, wat, wordt het weer zo'n grote kaas? Ah, die zijmuur is wel gethematiseerd. Er zit een boogtje, boog, boograndje in. Ja, dat is wel getemperd. Nou, prachtig. Ja. Dat is beter getemperd dan de, de, de halve Phoenix. Ja, ben benieuwd. Ben benieuwd. Maar ik, ik juich het wel toe dat ze kiezen voor eh, die inclusiviteit. Want dat is natuurlijk wel ja. goed. Hè? Als je, als je, zeker als je ouder bent van een kind met, met, met een beperking, wat voor beperking dan ook. Ja. Dan is dit denk ik een zegen. En dat is heel goed dat even. Weet FLO je waar je aan doet denken? Nou? Aan het land van ooit. Land had vroeger al heel erg veel oog voor inderdaad, kinderen met een beperking. En dan had je dus ook echt inclusieve speeltuinen. Toen al, hè? Before it was cool. Yeah. Had je dus ook al <laughs> grote, grote schommels yeah. met... Uh, dat je gewoon met die kinderen met rolstoel al... Hup, erop en schommelen. En leuk. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Ja. 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 Nest. Het is wel zo dat dat deel van het park, hè? jij had het over die speeltuinen op andere plekken, maar dat deel van het park, uh, het, het, het ruigrijk, nee, ja, eigenlijk alleen klopt. de oude Tuffer en de Polka Marina, Stoken van, uh, ja, klopt, ja. zijn leuk voor kinderen, Ja, ja, dat een beetje, vind ik eigenlijk al buiten dat gebied. Dus om de hoek bij ja, de Game Gallery. Ja. Ja. Ja, officieel ruigrijk. Ja, officieel wel, maar. Of Rijsrijk. Weet ik niet. Hmm. Maakt ook niet zoveel uit. Maar dus op zich is het wel goed dat daar iets voor kinderen te doen is straks. Dat is waar, want terwijl je je kinderen in de speeltuin dumpt, kun je zelf een jorzen in inderdaad. En zo te zien ook een klein horeca-puntje met de naam Honk. Oh, weet je wat, de, uh, wat het een, een exclusiviteit zou maken? Wat er een unique selling point zou maken? Als er bij die speeltuin ook uh, wachtopzichters weer ja, wachtopzichters gewoon, gewoon oplettende medewerkers waren en zeggen van, Dit is mijn kind, die laat ik nu hier voor drie kwartier. Hè, dat je zeg maar, je kinderen kunt afgeven en dat je zelf kunt gaan afmanen Dat je, je zo'n bonnetje krijgt ja, met een nummer. En dan nee, net als bij de baron, <laughs> met een bagagehok. Dus je levert je kind af. Ja. Dus ze plakken een stempel op het hoofd. Nee, maar en Je krijgt als... een bandje en bij het inleven van het bandje krijg je desbetreffende kind weer terug. In Smalland, de, bij, bij Ikea. Ja. Ja. En dat je ook omroepberichten krijgt in de Efteling. Attentie, ping, willen de ping, ouders ping. van Thomas naar Nest komen? Die zitten er dan de hele tijd in de achtbaan. Nee, dat gaat anders. Is het ping-pong-pong. Dames en heren, jongens en meisjes. Maurice wil graag opgehaald worden uit Speelbosnest. Oi. Herhaling. Maurice wil graag opgehaald worden uit Speelbosnest. Dat is behoorlijk vervelend. <laughs> ja, een kwartier later. Ping. Poem, poem. <laughs> kom nou. Niet, moet je recht, kom op. <laughs> <Godverdamme>. <laughs> ja, precies. Ja. Ja. Nou. Uh, <laughs> speelbosnest, 2 ja. miljoen. Serieus ja. geld, man? Ja, ik heb het. Voor de speeltuin. Ik heb het even niet liggen, nee. nee, nee. Uh, maar dat dus in de zomer van 2021. En de Polka Marina dus weg. Ja, op 30 november maakt Polka Marina zijn laatste rondjes. Ja, ik zag wel heel veel reacties van mensen die zeiden... hoe kan het nou zo duur zijn om die attractie in leven te houden? Dat vond ik wel een terechte vraag. Want ja. dit is technisch toch helemaal geen ingewikkeld ding? Nou, er zijn een gek. stuk of 20, 30 gondels die allemaal geolied moeten worden. Die allemaal veilig moeten zijn. Die allemaal op een rails lopen. Allemaal wieltjes. Elke gondel heeft waarschijnlijk... Twaalf wieltjes die allemaal... Uh, dat zijn achtbaanwielen, hè? Ja. achtbaanwielen zijn duur, hè? Ja. Ja. Dan ja kun je er okay. achtbaan maar, van laten dus? rijden, hè? Ja. Speeltuin voor 2 miljoen is ook duur. Ja, maar op de lange termijn. Oké. Okay. Nogmaals, de Efteling is geen museum. Dus uh, ja. ja, als het weg moet, moet het weg. Maar... Dat was is uh, ja. wat Disney al zei. De Efteling is geen museum. <laughs> maar... Ja. Maar aan de andere kant, het is wel een attractie minder. En, en, en een speelbos, hoe leuk ook, is geen attractie. En spelen kan ik overal. Ja. Dat is ja. ja maar ja, ja. en uh, nog even uh, horka puntje dat honk ik weet niet wat dat dan precies Je wordt gaan ze verkopen ja waarschijnlijk weer gewoon waste broodje cola niet officieel bevestigd maar oh. ik zie iets van een loketje met honken boven dus dat zal wel een horka puntje worden ja, dat zal ja. gok ik zomaar mm. wat ik me nog afvroeg is die attracties krijgen allemaal uh, of die speeltoestellen allemaal een thema van een attractie die we kennen ja. dat vind ik wel cool want ik ben wel benieuwd hoe ze dat dan hè, hoe we dat terug gaan zien krijgen ze allemaal dat wel hetzelfde vastelijk. cartooneske speelse karakter of is het echt Echt, zoals in het thema van die attracties, met dezelfde materialen. Dat en je zeg maar, bij het bij brons gewoon een kaput hebt van 30 meter. <laughs> dat nou zou ja, leuk iets, zijn. ik wil naar iets toe wat jij heel leuk vindt. Horen we dan ook de muziek van die attracties? Oh, dat zou leuk bij zijn. Bij die En dan uitgevoerd met een, met een speeldoosje of zo. Ja, zoiets. Met een xylofoon. Een honky tonk piano. Nest. Nou. Nog meer Efteling nieuws. Nou, ga je de Polka Marina missen of niet? Oh, uh, de Polka Marina. Ga ik hem missen. Wanneer ben je voor het laatst in geweest? Ja, dit jaar ik ben er nog eens een keer in geweest. mij met jou, ja. ja. Een s s'avonds, op zo'n zomeravond geloof ja. ik. Het is echt zo'n zomeravondattractie. Ja. Dat je kan blijven zitten, maar toch het hele plein kan zien. Nee, ik ga dat niet per se missen. Um, mm. Ik vond die walvis leuk. Heb ik heb vorige aflevering al gezegd. Voor mij mogen ze daar wel iets, iets mee doen. Oh, misschien dat Alleen... die walvis wel eruit halen en dan verven en dan in dat speeltuintje leggen. Ik ben wel benieuwd, want het is wel nu, je kijkt er enorm tegenaan... Uh, als je uh, als uh, het is een beetje de wienie van het ruigrijk het is een als beetje je... de baken van het nautische themagebied ruigrijk. Nee, maar oh. ik bedoel meer als je als je Ja, uh, ik snap je het ruigrijk binnenloopt, is dus het eerste wat je ziet Ik pak even Google Maps erbij. Ja, zeker, maar mijn ruigrijk is heeft een beetje een zeethema. is het meest coherente rijk van de Efteling. namelijk alles is een beetje heeft te maken met scheepvaart en vliegen Hollander. De oost heeft te maken met scheepvaart, ja. natuurlijk de halve maan. Um, dus ook wel de, de Pokémonina, dat met die vis. En de Game Gallery heeft ook een, een zee thema. Dus ja. de past daar prima in. Ja, want nu, nu als je dus de, de Game Gallery doorloopt, is, kijk je daar tegenaan. Straks ja. uh, is die zichtlijn, als je die doortrekt, kijk je aan tegen uh, 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 yeah, die frietkraam. Hoe heet je ook alweer? De Oost. De ja. hongerige machinist. De hongerige machinist, ja. Dat is letterlijk de weenie van het Ruigerrijk is straks friet. Ja. Met frikandellen. Precies. Het wordt wel echt weer een gigantisch plein, trouwens. Want de Pokémonina, ik zit nu even te kijken op, uh, op, op de maps. Daar is een serieus unit wel. Dat is helemaal geen kleine attractie. Nou ja. Nee, ja. Stiekem is in Efteling altijd alles groter of kleiner dan je denkt. Ja. Nou ja. Mm. Ja, ik denk dat we qua Efteling uh, wel rond zijn uh, deze week. En dat mag hopelijk ook wel, want we zijn een uur bezig. Want we gaan even naar een ander groot park in Nederland. Dat. Uh, Oeh, dat, dat ook niet iets uh, mag doorlaten gaan. Dat is namelijk... de Halloween Friday Nights in Walibi Holland. Hebben wij het nou gejinxt ge ge nou ge vorige week... dat wij in de podcast het zo uitgebreid hebben gehad... over wat gebeurt er als het niet doorgaat? Ja. Nou, het Toverland heeft gezegd... dat als je tickets koopt voor de Halloween Nights in het Toverland... dat je dan dus uh, die volgend jaar weer mag gebruiken. Uh, stel, ja. het park zou dicht moeten. Dat weten wij op het moment van opnemen nog niet. En uh, Walibi heeft gezegd dat... Uh, Voordat je tickets kocht, was er nog geen duidelijkheid over. Maar op de dag zelf, dat is niet waar. Op de vrijdag leek het allemaal prima te gaan. De eerste Halloween, Fright Night. Maar de zaterdag, dat was blijkbaar... Uh, ja. ja, ik denk dat iedere de Park Fan dit heeft meegekregen. Want alle media in Nederland hebben er verhalen over gehad. Ja. <laughs> uh, het was te druk. Uh, en de regen zorgde ervoor dat het echt uit de hand liep. Want daardoor gingen ja. mensen schuilen op plekken waar ze niet moesten schuilen. Uh, en met honderdduizenden mensen onder hetzelfde afdakje gaan staan. <laughs> honderdduizenden mensen. Ja, dat ging gewoon mis. Uh, er waren ook nog wat technische storingen. Ja. Kortom, ellende. En de toen hebben ze, denk ik, een zeer uh... wijs besluit genomen ja. door de dag erna te zeggen: wij kappen ermee. En dus ja. s'nachts eigenlijk nog, hè? Ja, Walibi hebben er rond een uur of vijf, s middags al online van: we hebben allerlei storingen. En als je nog tickets hebt, kom niet en kom een andere keer en we nemen contact met je op over een mogelijke compensatie. Ja, bij die storingen was het natuurlijk wel een heel verhaal. Laten we, we eerlijk zijn, ook. want op dat moment keek in de app, waren er geen storingen gemeld. Maar goed, oké. Okay. En toen inderdaad, om s'nachts, uurtje of twee, drie, toen kwam een mail richting alle medewerkers, alle scare actors. Van uh, met pijn in het hart en met uh, tranen in de ogen. Hebben we het besluit moeten nemen om uh, de Fright Nights af te gelasten? Ja. Park blijft wel open. Park blijft open, maar we gaan wel eerder dicht. Het zou eerder tot, uh, ik geloof, november open blijven. Begin november. En nu gaat er op, ik geloof, 25 oktober al dicht. Ja. Maar dat is dus uh, wederom een corona-slachtoffer. De halloween Friday Nights, Met een vond ik wel een sterk filmpje van Eddie de Clown... die gefrustreerd en treurig in beeld kijkt in de spiegel... en met een diepe zucht de stekker er letterlijk uittrekt... en daarna achterover leunt in zijn stoel in het donker. Ja, dat filmpje was wel snel gemaakt trouwens. Is Zeker. Jij ja, 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 dacht ook al van, hmm, hebben ze dat eerder opgenomen? Nou ja, of is het gewoon beeld wat nog van een eerder jaar er nog was? Misschien van een einde nee, of zo? Ik denk dat ze dat wel... Nou, misschien niet die nacht nog, maar ik denk wel... Dat die dat ochtend, wel, uh, kom hier Eddie. Kom, uh, kom even uh, in de smink en uh, we nemen het op. Ja, of het was natuurlijk gewoon het filmpje dat ze voor de laatste avond überhaupt al hadden bedacht. Gewoon het einde van de Friday Nights. Nee, want anders kijk je niet zo depressief in beeld. Nou ja, we weten het niet. Maar anyway, hm. nou, ze stoppen. Interessant vind ik is dat Walibi nog niet laat weten wat er gebeurt met de tickets die mensen gekocht hebben. In november nee, maar... komt er een mail. Ja, uiterlijk november krijgen ze een mail over de compensatie. Maar je mocht, als je wel al naar de Friday night was geweest, toch nog je ticket volgend jaar ook nog gebruiken. Om dan naar het reguliere Walibi te komen. Ik weet niet of je dan inderdaad ook nog naar... Um, de Friday Night volgend jaar mag. Maar waarschijnlijk wel. Nee, oké. Okay, maar ze krijgen, in november komt er nog alsnog een mail, toch? Ja. Maar iedereen ja. zou ruimschoots worden gecompenseerd... en dat werd ja. allemaal helemaal uit. is een hele interessante theorie die nu rondgaat... is dat het boekjaar van... Uh, ze hebben een gebroken boekjaar uh -huh. bij uh, Compi des Alps... loopt tot en met... Oktober, dus 1 november begint er een nieuw boekjaar. Ja. Dus in theorie heb je dan de omzet van die tickets nog in dit jaar. Uh -huh. En dan de problemen van de compensatie. Die moet je dan volgend jaar eens een keer recht gaan zetten. Want dat kan je dan naar volgend jaar ja. schuiven. Maar nou ja, goed, dat is dan een boekhoudkundig dingetje. Uh, maar dat ze daarom even wachten met die compensatie uitdelen. Ja, want in principe gunstig. Want op het moment dat alle parken dicht moesten in Nederland. Dat was dus ja, februari, maart, april. Mm -hmm. Maar dan is Walibi nog dicht. Walibi opent pas eind april. Ja, dus ze hebben eigenlijk maar een maand verloren. Eigenlijk nou, wel. Ja, en nou was het wel rustig in de eerste periode van Walibi dat ze weer open waren. Ja, maar ja, dat is volgens mij. Voor mij begint het daar een beetje pas te lopen ja. richting het einde van het jaar. Ik ben al veel geweest dit seizoen. Ik vond het erg leuk. Dit jaar ja. ga ik het niet meer redden, denk ik, om er te komen. Um, ja. ja, ik vind het jammer voor Walibi. Ik heb wel, heb ik ook getweet. Ik vond het al naïef dat ze dachten dat dit kon. Die tweede golf is al een tijdje onderweg. Je hoort de cijfers, duizenden besmettingen per dag. Ja. Dat je dan als pretpark denkt, weet je wat, we gaan eens even een evenement organiseren nou. waar je duizenden mensen binnenlaat. Want kijk, het andere jaren zat Walibi ver boven de 20.000 met het aantal gasten op die Friday Nights. Nou, nu zat ze op veel minder dan de helft daarvan. Precieze aantallen hebben we niet, maar ik heb een beetje rondgevraagd, een beetje rondgesnuffeld. Minder dan de helft, onder de 10.000 zat het wel, maar toch... Uh, flink wat, duizenden kunnen we zeggen. Vond ik wel een beetje naïef. Dat je denkt ook met dit weer. Ja. ja, ja en dit... dat je ook weet dat je niet echt schaalmogelijkheden hebt. Nee. Want Walibi, het, ik weet niet wat het is. Maar als ik daar naartoe ga, het regent altijd. Ik denk dat ik daar in mijn leven. Ik ben er wel een paar tientallen keer geweest. Ja. Maar van die keren heeft er, denk ik 80% van de tijd geregend. Ook als ik in de zomer ging. Dus ik weet niet ja. wat dat is. Maar goed, ik heb het wel met ze te doen. Want ja, dit is voor dit park... Dit beter gun je gewoon. niemand. Nee, maar dit is voor hun het, het belangrijkste periode van het jaar. Ja. Uh, dit is het moment waarop het geld verdiend wordt bij Walibi. Ja. En dat dat dan niet doorgaat, dat, dat komt elkaar keihard binnen. En ik vind het achteraf gezien, durven ze te zeggen, wel naïef dat ze door gaan. Maar ik snap het ook, want ja, dit is, dit is hun reddingsboei. En die die moeten, ze, moeten ze nu eigenlijk loslaten. Ja. Dit, dit komt hard aan hoor, dat is echt een probleem. Ja, zeker. Wat ik wel opvallend vond, is dat ze... Um, het verkochten als een VIP-experience, de very important ja. prey. Maar als je 6, 7, 8, 9, 10.000 mensen binnenlaat, ja. hoe VIP is dat dan? In maar Walibi? dat ze ondertussen ook wel gewoon tickets verkochten op vakantieveilingen en dat soort sites. Ik snap niet waarom Walibi dat idee doet. Maar mm -hmm. kun je veel meer omzet en kwaliteit uh, genereren als je gewoon die tickets zegt: ja, 40 euro. Niet voor minder, maar wel voor maximaal zoveel mensen. Vakantie Zeker dit vijf, jaar. Nee, het werkt blijkbaar toch, want er zijn heel veel partijen. Die nee, het zegt... werkt blijkbaar niet, want het was veel te druk. Het was chaos en het moest dicht. Ja, als nou ja maar, zeggen... maar goed, als, het, als er geen corona was geweest, was het top geweest natuurlijk. Nee, maar ze, ze, stel je zegt. Ja, het ieder jaar is het gezeik met dat het druk is. Nu heeft dat geleid tot een sluiting vanwege corona. Oh, maar maar jij zou, zou zeggen, jaar... ja. Laat binnen mensen binnen voor meer geld. Precies, jouw Ieder theorie. jaar wordt er geklaagd op Twitter. Overal zijn mensen, iedereen struikelt erover dat het allemaal zo achterlijk druk is. Wat ja. ook klopt, want eigenlijk alleen maar de eerste avond. Wordt door iedereen aangeraakt. Als je wil gaan, dan moet je de eerste avond gaan. Want daarna is het niet meer te doen. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik zou zeggen, uh, zeg gewoon. We gaan. Uh, ja, precies. Martin dan Die vent 40, 50 euro. Prima. Ja. Dan mag je naar binnen. Anders niet. Toch? Ja, Abonnementen: mijn... 20 euro ja. bijbetalen. Jij zou het doen. En mijn grote probleem met, met, met drukte in Walibi is dat die attracties helemaal allemaal geen capaciteit, joh. Zelfs, zelfs ook een team niet. Daar kan je twee treinen opzetten. Maar ja. dat, dat gaat als, dat is als dikke stront in het rechter. En zeker. Met, uh, met, met corona, waar ja. je rijen moet vrijhouden. Dat, dat duurt dan al veel te lang. Ja. Dat park is niet, ook al, ook al zeggen ze van wel... Dat park is niet geschikt voor 20.000 bezoekers. En eigenlijk voor 10.000 is ook al te veel. Eigenlijk, ja. zeker als het regent. Ja. En dat is buiten corona al. Hè? En nu liepen er dat soort aantallen in coronatijd. Ja, dat, dat, dat gaat niet. Laatste jaren attracties die openen, Neurogen, uh, of die 3D-film met de Wap en skunks die alweer dicht is. Dat is in het gebouw van Neurogen. Ik heb nu. geen idee wat de theoretische capaciteit van. Uh, van uh... Maar, maar dat zijn binnenattracties. Maar die oh, zijn sorry. er niet meer. Ja. Want die, die wat, dat was niet te open. Je kon wel, natuurlijk, naar het restaurantje, of je kon wel naar Mullen's met je castle. Maar dat zijn de enige binnendingen daar. Ja, en die grote hal in het begin bij de ingang van de Express. Maar ja, daar werd je ook weer doorgestuurd door beveiligers. Want die mochten niet toestaan dat mensen stonden te wachten, schuilen voor het regen. Ja. Terrasverwarmers werden weggehaald, had ik begrepen. Omdat mensen anders daar weer gingen samenscholen. Oh, wel kijken of we cijfers ja. hebben van de capaciteit van uh, Lost Gravity. 800 personen per uur nou, vinden wel oké. Okay. Dat uh, waarschijnlijk heeft net nog een hogere capaciteit. Maar dat is theoretisch hè, dat moet je ook echt doorwerken en doen. 800 personen per uur, vind ik niet zo veel hoor. Hm. Nou, het ook niet niks. Maar, maar, de, snap je? maar dat is met al die attracties in Walibi een beetje. Het, is allemaal, het zijn geen capaciteitsmonsters. Nee. Je hebt. De Efteling heeft nog een droomvlucht. En een carnival festival. En een, 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 een Fatima ja. Gana Waar je ja. gewoon kan stouwen. Letterlijk die mensen allemaal, stouwen. Die allemaal binnen zijn. Precies. En 1800 man per uur in, in Max en Moritz. Ja, dat haal ik ook niet. Maar laat het eens 1200 zijn. Maar ja. veel. Gewoon ja. rammen. En dat, dat mis je in Walibi. En als je dan dit soort evenementen gaat ja. organiseren. Ja, dan sta ik elkaar aan te kijken. Huh? En in coronatijd is het helemaal ellende. Ja. Maar ik had ze nog echt wel wat extra weekendjes gegund, hoor. Ja, over extra weekendjes gesproken. Het is nu woensdagmiddag als wij dit opnemen. Michel Ventra. Uh, wat is dat? Extra weekend. Oh. <laughs> ja, was een leuk radioprogramma vroeger. Ja. Over extra weekenddagen gesproken. Uh, ja. Toverland. Die hebben. Voor zover wij nu, terwijl we dit opnemen, ja. weten nog De steeds Halloween is gepland. gepland. Het is nu tien voor vijf op uh, woensdag, 14 oktober. Is er niks bekend over het al dan niet wel of niet doorgaan. of afgelasten van, uh, van Halloween? Dan heb ik even een taaldingetje. Het is afgelasten. Ja. Het is niet aflasten of aflassen. Het is afgelasten. Ik blijf aflassen zeggen. En ik krijg hier. Ja. Ik, op de radio de afgelopen maanden natuurlijk zijn er heel veel dingen afgelast in Nederland. En dan heb ik gezegd, nou, uh, daar hebben ze weer, ze gaan het aflassen. Nee, en dan afgelasten. zijn er gewoon die mensen die dan op Twitter. En dan doen ze CC-Taalunie. Of, uh, uh, of CC-genootschap uh, uh, Nederlandse Taal. Oh. Uh, zo van het uh, is uitgelastje. Ja, ja, die Bedankt. mensen moeten ze ook afgelasten, maar. <laughs> Het eventjes tussendoor. Want aflassen doen ze in een, uh... in een staalfabriek. Ja. Dat doen ze bij Max en Moritz. Ja. Dan kunnen ze hem laten rijden. Dan moeten ze even de baan aflassen. Anyhow. We weten op dit moment niet wat er gebeurt met het uh, al dan niet doorgaan van de Halloween nights in het Overland. We weten ook niet wat er gebeurt met de capaciteit van de Efteling. Uh, ja, nee, dat klopt. We willen ook niet... die nog niks hebben, laat ik gisteravond was die persconferentie om 7 uur. Uh, de Efteling heeft nu, as we speak, dus om 10 voor 5, op de site staan. We verwachten vandaag, woensdag 14 oktober, bericht van de veiligheidsregio te ontvangen over de aangescherpte coronamaatregelen ik, ik snap wel en wat dat dit dat... voor de Efteling betekent. Ja, ik snap wel dat dat voor die parkers wat overland als Efteling moeilijk is om die keuze te maken. Wat doen we met, onze, met ons park? Wat doen we met onze, met onze Halloween uh, dagen? Ik snap wel dat dat tijd kost om daar wat op te bedenken, want ja, met de coronamaatregelen, het mag wel. In principe mag Toverland gewoon doorgaan, want het ja. Halloween, uh, uh, de Halloweenavonden zijn een normaal onderdeel van de Toverland openingsdagen. Het is geen extern event. Nee. En een doorstroomlocatie dus mag open zijn. En een doorstroomlocatie ja. dus mag open blijven. Als zij natuurlijk de terrassen, uh, weet ja. je, die horeca regels opvolgen, dat dan weer wel. Maar uh, 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 wat me opviel... En ook. mondkapjes, hè? dat moet dan en nu mondkapjes. ook. Ja. Uh, maar goed, ze hebben dus bijvoorbeeld een food street. Nou, dat is ideaal. Want de food street daar afhaal... haal je het af. Ja. En dan leed je het lekker ergens anders op. Kijk, wat, wat interessant is, is waarom mogen die parken open blijven? Hè? Daar is ja. ontzettend veel commentaar op, op sociale media. Ja, la, 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 de laten, de we, laten we voorop stellen, wij vinden het heel fijn. Ik, ik ben daar blij mee. Ik wij heb, voor zaterdag, Precies. Ik heb tijdens de persconferentie, dit is geen grap, want ik dacht... <laughs> wacht even, die capaciteit gaat misschien wel weer terug. Ik moet nu reserveren, want dan moeten ze me binnenlaten, dacht ik. Of ze, moet, ze moeten me compenseren. Uh, dus ik heb tijdens die persconferentie ben ik naar Efteling.com gegaan. Ik zei tegen Mark... Onze wel bekend, die zat naast me. Ik zeg: geef me je abonnement even. Dus die gooide zo over anderhalve meter abonnement naar me toe. Bam. En ik, hup, abonnementen misschien ingevuld. Boom, zaterdagmiddag, kwart over twaalf. Sta ik bij het Huis van de vijf Zintuigen. Deze jongen gaat naar de Efteling. Had je idee. Want er is toch niks anders te doen in het land? Nee. Maar nou. Vlekker naar een cafeetje? Nee. Lekker naar een café <laughs> koffie drinken bij de Rustende de Reiziger? Dat ja, mag wel, precies. Dus. Wel afhalen. Ik meteen reserveren, maar ik snap dat heel veel mensen denken, met name die de Horeca werken met dikke bollen reed, want uh, als de Efteling open mag, dan wil ik ook open, want ja. ik kan ook mensen laten doorstromen hier niet stilstaan, noem maar ja. op. Ja. Uh, in theorie mag dat ook, ja, afhalen je mag, als, mag je, mag, als er horecazaak ze ook zeggen afhalen. Ja. Maar ja, je gaat niet bij de Libreien... even uh, <laughs> bij la garage <laughs> iets even afhalen. Dus die, die toko's hebben allemaal een probleem. Wil dus vier sterren octopus in een plastic bakje of een karton? Ja, is dat nou eerlijk of niet? Daar kan je urenlang over discussiëren. Is dat eerlijk of niet? Ik vraag me ook af waarom gebeurt dit nou? Nou, ik heb hierover rondgebeld. Van, hè, wat eh, ook een beetje mensen die, die goed ingevoerd zijn in Den Haag. Die ken ik via mijn werk. Ik heb toch gevraagd. Sommigen vonden het irritant. Jij altijd met je pretparken. Ik zei ja. Ik altijd met mijn pretparken. Hoe zit dit? Waarom mogen die pretparken dit? Nou, wat ik een beetje daaruit naar voren kon halen. Maar dit is, is niet heel. Dit is niet 100% staat het vast. Is dat er best wel een stevige lobby is in Den Haag. Niet vanuit de pretparken. Maar vanuit een aantal burgemeesters die zeggen. Het is best wel druk in de binnensteden. Dat is dus bij de vorige lockdown was dat zo. Zorg nou dat mensen bijvoorbeeld wel naar de dierentuin kunnen... Mm. of naar een museum kunnen. Die musea en die dierentuinen overigens worden vaak gefinancierd... met publiek geld van gemeentes. Dus die, Zeker. het eerste wat er gebeurt als die dingen omvallen... is dat ze bij de gemeente aankloppen. Dus ja. die burgemeesters denken... Ja. zorg nou dat die dierentuinen en die musea open kunnen blijven. Die kunnen dat veilig doen... Uh, en dan zijn die mensen die daar lopen op zondagmiddag. in ieder geval niet in de Kalverstraat. In... of in de Koopgoot. of in de ja. Heuvelstraat. of noem maar op. In, in België hebben de dierentuinen. een uitzonderingspositie ten opzichte van pretparken. In Nederland is dat niet, volgens mij. Hè? Nee. Maar Ik denk dus, maar dit is, echt, dit is echt speculeren. Maar ik denk dus dat de pretparken. gewoon geluk hebben. Ja. dat ze in hetzelfde rijtje zitten. als dierentuinen en musea. en dat ze ja. daarom ook open mogen blijven. Ja, ja. Dat, dat is mijn theorie. Maar nee. uh, goed. We weten in het OMT-advies, uh, van, wat vandaag ook naar buiten kwam... Want management Team. Vanmorgen stuurde uh, minister Hugo de Jonge naar de Tweede Kamer zijn brief... en daar zat ook echt dat volledige advies van het OMT bij. Daar stond in dat binnen het OMT echt wat twijfel is... over het openhouden van doorstromlocaties als... en ze werden alleen genoemd musea en dierentuinen. Prepark kwam er niet in voor. Ah. Uh, dat daar twijfel over is of je dit moet doen. Maar dat ze gezegd hebben, als het met de veiligheidsregio afgestemd wordt... hoe ze dit doen ja. met een goed plan en beperkte capaciteit en reserveren vooraf, dan durven ze dat wel aan. Ik vind het ergens ik ook wel terecht. Want... Paraphaseer ik een beetje, maar zoiets. Ja, Zo'n zo zo veiligheidsregio die heeft ook wel goed zicht op wat de desbetreffende uh, locatie doet uh, uh, aan maatregelen. Ja. Um, ik denk dat bijvoorbeeld de veiligheidsregio van de Efteling best wel goed zicht heeft op wat de Efteling doet. Ja, ik heb hierover gebeld met de veiligheidsregio uh, Midden- en West-Brabant. Daar valt de Efteling onder. Oh. Nou, het was een beetje gek, want ze wisten niet precies hoe het nou precies zat. Maar. Waar het op neerkwam is ze hebben medewerkers bij die, bij die veiligheidsregio. die normaal gesproken de veiligheidsplannen voor grote evenementen goedkeuren. Het dikke festivals en zo. Waar is welke nooduitgangpoortje 83? En hoeveel beveiligers staan er voor podium X? En dat, dat werkt, weet je? Hoeveel meter zitten er ja. tussen de bar en de. Ja. Nou, dat werkt. Die mensen die uh, hebben berekeningen gemaakt... en die zijn dagelijks in contact met de Efteling... over hoe zijn die maatregelen, hoe druk is het... hoeveel mensen lopen er. Die komen ook checken, aangekondigd en onaangekondigd. Er wordt ook gehandhaafd, wordt naar gekeken. Dus daar ja. is constant contact over hoe moeten we dit doen... en hoe kan dit. Uh, ik heb wel gevraagd, hoeveel mensen mogen ze naar binnen laten? Want de premier had gezegd, de Efteling... Mag een x aantal mensen binnen? Naar, of, ja. het premier heeft gezegd, die doorvullen elkaar. Ja, locaties, is natuurlijk. Uh, ja. En, en hij zei, ze moeten met de veiligheidsregio afstemmen hoeveel mensen er binnen mogen. Nou, de eerste vraag was, hoeveel mensen mogen er naar binnen? Dat gaan we niet zeggen. Uh, dat wilden ze niet zeggen, ook omdat dat per dag kan verschillen. Aha. Dat snapte ik niet helemaal, maar blijkbaar verschilt dat dus per dag. Uh, heeft ook te maken met hoeveel mensen er dan aan het werk zijn en wat er allemaal open is. Want als, dus, stel dat symbolica dicht is, dan. Een paar honderd mensen minder naar binnen. Uh, maar een precies getal, vorige week hebben we het nog gevraagd aan Fons Jurgens. In het interview wilde hij ook niet zeggen. Nee. We gaan dat nooit weten. En ik kan me ook ergens voorstellen dat ze heel huiverig zijn in het noemen van zo'n getal. Want dan krijg je natuurlijk dat uh, horecabazen gaan roepen. 10.000 ja. mensen in de Efteling en ik mag niet eens 20 mensen de eten geven. Ja. Uh, en ja, dat de scheve gezichten te voorkomen gaan we dat getal nooit horen. Ja. Wat we dan kunnen doen is we kunnen op parkeerterrein gaan tellen hoeveel mensen er precies door de poort lopen. S ochtends. En dan tellen... Zo'n nou, klikkertje, weet je. zoveel mensen komen, er inderdaad vanaf uh, Bosrijk. Maar ik heb wel iets beters ja. ja. Zoals nou, de Halloween Nights in het Overland. Want die gaan door? Nou, dat weet ik niet. Oh nee. Maar ik probeer het weer even terug op de rails te krijgen. Ja, tuurlijk. Enigszins uh, een soort van patroon aan te brengen in Team Talk. Wat vrij lastig is. Maar goed, je hebt daar dus uh, de Halloween Nights die uh, wellicht doorgaan, wellicht niet doorgaan. Ik heb plat grond. Want. Jij bent geweest. Ik ben geweest. Hoe was het? Het was heel gaaf. Weer gaaf dat ze een aangepaste uh, map hebben van het park. Ja. Bij ja, de ingang krijg je een gratis Halloween night map. map. Uh, er zijn een paar dingen aangepast. Een paar dingen zijn hetzelfde, zoals vorig jaar. Uh, bijvoorbeeld het trapped of trapped. Ik heb hier alles voor me. Van de achterkant, hou ik altijd van. Als, als van het plattegrond aan de achterkant ook vol met informatie staan. Ik heb het hier voor me. Um, er zijn een paar dingen zijn geplust. En een paar dingen zijn hetzelfde gebleven. Nou, de dingen die hetzelfde zijn gebleven, dat is bijvoorbeeld um, Fiesta de los Muertos. Dat is een uh, gebied met dansende, Mexicaans-achtige figuren. Van de, de film Coco. De... Ja, dat, uh, <laughs> van dat feest inderdaad. <laughs> Oké, okay, ja, leuk. Ja. Um, dat, is, uh, dat, dat, dat is er nog steeds. Shadows of the Sea, ook een de Magische Vallei, met, uh, met rookwolken en met uh, watervallen en een gaaf gebied. En je hebt ook nog het uh, Destroy-stuk. Uh, dat is dus bij Troy en daar lopen allemaal van die enge... Krijgers, eigenlijk, Trojaanse soldaten. En Trap, dat, dat is het doolhof dat buiten is. En dat wordt dus s'avonds helemaal vol met misgespoten. gespoten. En dan loop je dan tussen de ratten door. Nou, die zijn hetzelfde gebleven. Maar verder heb ik alle dingen hebben een upgrade gehad. En soms heel nodig en soms onverwacht. Uh, ik vond vorig jaar bijvoorbeeld de troon van Morgana een beetje uh, cheap. Maar daar hebben ze dit jaar helemaal een grote ijstroon van gemaakt. En in Morgana's Frozen Knights, zoals dat gebied nu heet. Lopen allerlei soldaten rond, grote helmen. De uh, Witches Forest, dat is wel vet, dat vind je ook wel vet, Thomas. Dat is buiten het park. Dus een groot bos. Ja, en daar um, loop je nu een langere route. Met nog meer effecten. En op een gegeven moment kom je dus langs heksenverbrandingen en dat soort dingen. Heel sfeervol. Uh, wel een lange rij. Uh, maar als je aan het einde van de dag gaat, we zijn aan het einde van de dag gaan. Toen hebben we denk ik 10 minuten gewacht en toen konden we er zo in. Dus het uh, ziet er top uit. Um, Fear the Woods was vorig jaar binnen in een van de hallen hebben ze nu uitgebreid naar buiten met een enorme tent waar je dus uh, door een echt soort bos kruipt. Die is ook om drie uur s middags al open, want ja, dat is toch binnen en dan kun je toch lekker in het donker zitten. Uh, wel mooi gedaan. Wel aan het einde had ik het idee dat er nog iets miste, want volgens mij moet daar magszproken een soort apotheose van het verhaal zitten. Die zat er nu niet. Mm -hmm. um, het gebied van Cirque heeft ook een upgrade gehad. Dat is nu Cirque Royal Edition, want niet alleen lopen daar nu diverse Jonglerende clowns en de circusdirecteur rond. Maar ook een enorm groot Luna-park. Uh, dat gaat er heftig aan toe. Met echt heel snel lopende banden omhoog. En echt enorm schuddende bakken. In het park zelf heb je natuurlijk altijd al villa fiasco. Maar dit is wel echt een uh, tandje heftiger. Um, en wat ook leuk is, dat is onder het gebied waar normaal gesproken overdag. Uh, uh, nu niet met corona, maar waar normaal gesproken de survivalbaan is. Maar er hangen dus wat clowns hangen in die survivalbaan. Dus oh. boven je hangen enkele clowns te schreeuwen. Nog grappig. Vet. Ja. Dan de nieuwigheid van dit jaar. Dat is Maison de la Magie. Ja. Dat is het nieuwe spookhuis van Toverland. Moet je voor betalen. Kost 57. Als je een abonnement hebt, 6 euro. Aan de prijs voor een spookhuis? Niet? Het is een beetje Walibi-prijzen. Hoe lang duurt het? Toch zeker wel drie kwartier. Half uur, drie kwartier. Oh, dat is lang. Je gaat namelijk eerst richting Port Laguna. Daar is het entreepoort waar je via een soort wachthal in een treintje stapt met je ticket. En dan word je het park uitvervoerd richting een afgelegen boerderij... die echt buiten het park ligt. En daar ga je dus een, ja, het huis in van Oscar Pendula. En dat is dus een goochelaar die is verdwenen lang geleden. Bij het opvoeren van een truc ging het mis, hele theatervlog in de fik. En alles was, uh, ja, dat was allemaal dood en verderf. En men heeft hem daarna nooit meer teruggezien. En nu ga je dus naar zijn huis... En dat is dus een project dat Toverland in de afgelopen maanden heeft opgebouwd. En ik was, ik was er echt van onder de indruk. Het was echt een heel groot opgezet concept. Met als je binnenkomt, ja, ik er komen wel wat spoilers aan nu, maar als je binnenkomt, in het echt binnen, binnen... dan zie je dus het huis daar staan. De voorkant van het huis staat daar. En ook echt heel erg groot en echt goed afgewerkt. Een hoge, een hoge balustrade met echt ramen die kapot zijn. Houten planken, lantarenpaaltjes, eh, lampen, die, zelfs een brievenbus die helemaal verroest is. Uithangbord met Menzondra. Echt, echt goed gedaan. En dan kom je binnen. En dan heb je bijvoorbeeld bij Jefferson Manor. Dat is in Walibi Holland. Dan kom je door een soort gangenstelsel. Maar in de la Magie kom je ook binnen in een echte ontvangsthal. Met trappen die omhoog gaan. En ook kroonluchters. Echte... Wauw. Met... Dat is een bestaande pand wat ze... Ja, het was een bestaande, bestaand huis. Vet. Ja, echt helemaal omgebouwd. Vet, heel vet. Ja, er is ook echt zo'n zo butler die jou ontvangt. En ook niks tegen je zegt. En een beetje creepy naar je kijkt. En dan oh, zo jou richting een van de ruimtes dirigeert. Daar is ook een voorshowtje met een filmpje. Nou, dat, dat gaat er helemaal mis natuurlijk. En dan kom je terecht in het huis van Oscar Pendula zelf. Daar wil ik niet al te veel over vertellen. Maar de, de level of detail is daar echt achterlijk hoog. Onnodig goed. Uh, dat viel me echt heel erg op. Dat... Onnodig goed. Ja, dat ik, ik mooi, stond daar he. echt te kijken naar. Hé, hey, doe zo minder. Doe dit is echt, echt onnodig. Niet, dit, dit is zo goed. niet zo mooi. Ik, ik, ik dacht, ik pak gewoon een willekeurig papier van tafel. <laughs> nou, dat kon vaak al niet want van vast. Maar ik zat wel te kijken. Elk papier ze dus een, een hele truc op uitgewerkt. Echt uitgetekend. Uh, er liggen zelfs door je vliegen in de vent. Het is echt belachelijk. Uh, dat, uh, helemaal niet nodig, want je gaat door een spookhuis. Ga je altijd heel erg snel, ja. dus je loopt er eigenlijk vrij snel doorheen. En je hebt ook de, de, de belichting is nooit zo sterk, dus je ziet heel veel dingen niet. En dat vind ik jammer, en dat vind ik een minpuntje aan dit spookhuis. Het is eigenlijk, wil je daar veel te lang blijven staan. En hoe is het coronavirus? Dat is, het is, massa, het is een krappe, krappe doorgangetje. Ja, allemaal. nou je gaat echt met je eigen groepje en ik heb ook geen andere groepjes gezien. Maar is het wel, is het wel weer zo krap dat je dingen aan moet raken en dat soort dingen? Of? Nou, het zijn gewoon gangen in, in een woonhuis. Het is, ze hebben wel de ruimte gepakt. Dus okay. het is niet dat je echt, je hoeft niet, je hoeft niet, te, je hoeft niet te bukken. Het is voelt het, door... het coronaproef. Ja, want je bent alleen met je eigen gezelschappen. Het is okay. niet dat ik echt door. Uh, je hebt wat van die huizen, spookhuis met luchtkussens en zo, weet je wel. Ja. ja die heb je niet. Je hebt wel ja. af en toe van die flappen waar je tussen moet lopen. Ja, precies. Weet. Maar die moet je wel. Oké, okay, dan kan iemand dus dan niet van theorie... Maar goed, wellicht dat die dan om de zoveel tijd wordt schoongemaakt. Ja, dat, je, dat, dat zal wel ja, dan zo ja. zou zou kunnen zijn dat mensen inderdaad uh, dat er om de onderzovoerd... Want je moet buiten moet je even wachten en dan heb je ook een, uh, een echt zo'n portier die jou dan binnenlaat en als je daar naar binnen gaat, dan dan ben je dus in principe alleen en je ziet tot aan ja. het einde zie je niemand meer. Geen scare-actors? Die zitten er wel in, ja. Nou, dat wel. Veel. Ja. Ik heb er een stuk of 10, 15 of zo ah, zaten. toch wat. Maar je, Ik vind een half uur, drie, tien wel lang voor een spookhuis. Ja, maar, je... maar niet het puur om in te lopen. Met het ritje erbij. Precies, en, ja, met, okay. Dat is zeg maar de experience. Ja, het klinkt wel als dat het je... 57 waard is. Ja, wel, ja, vind ja. ik wel. Want uh, ik, vond het, ik, ik betaal liever 57 hiervoor huh? dan 17 euro voor de kliniek. Dus je vindt of het beter dan de experiences in Walibi Holland? Ja, nou, ik heb dit jaar dus niet gezien. En dat ga ik okay. dus ook helaas niet meer zien. Ik had begrepen dat de Wicked The Hood heel gaaf was. Maar ja, die gaan we dus niet meer zien. Nee. Um, maar ik vond het qua, wat ik zeg, het is echt Dark Ride niveau. Wat je daar gaat zien qua aankleding en decor. Is fantastisch. Qua scares vond ik hem wat lauw. Um, nu ben ik sowieso niet de, de, de persoon die heel schrikt van dingen. Um, maar ik zag wel dingen aankomen. Als je een bepaald technisch, technisch zicht hebt op dingen. Dan zie je wel van oké, okay, dat gaat nu gebeuren. En oké, okay, dat. dat uh, dat, dat kun je dan wel verwachten. Maar er zat ook weer echt een onverwachte effect in. Een bepaalde, bepaalde, bepaalde stukken dat je echt helemaal uh, op verkeerde been wordt gezet. Bijvoorbeeld door de gangen. Op een gegeven moment heb je gewoon geen idee meer waar je loopt. Dat is wel gaaf gedaan. Um, ja, eindoordeel is echt wel 8,5. Wauw. Ik vind het echt goed spookhuis. Nou, nee, nee, nee. Ik vind het niet per se een heel goed spookhuis. Ik vind het een heel mooi huis. Gewoon een heel prachtig, prachtig, prachtige beleving. Ja, maar is het een Funda Experience of is het echt wel.? Uh, nee, het is, het is allemaal het is echt een thema-beleving. Mooi huis, uh, prachtige keuken. Prachtig, je ziet ja, hier inderdaad. Ja, uh, ja, mooi afgewerkt. Ja, ja precies. <laughs> ja. Nee, ging nee, al fantastisch. Natuurlijk prachtig in uh, Noord-Limburg, natuurlijk een belangrijke Zeker. regio. Zeker, ja, ja. Uh, ontsluitingswegen in de buurt. Hier natuurlijk een grote uh, toiletpot. Zeker. Uh, <laughs> allemaal netjes helemaal nieuw aangelegd. Ja, af en toe wat geesten <laughs> in de nacht, maar verder. Uh... <laughs> opdekdeuren, hartstikke nieuw. Nee, maar. <laughs> Dobbelglas, ja. Maar uh, <laughs> Maar het is ja, gewoon een gaaf, uh, gaaf spookhuis, ja. begrijp ik. Okay. Ja, en ik denk ook jij, Thomas, vindt dat... Nee, als, ze, als ze dit weekend nog open zijn, sluit ik niet uit dat ik daar zondag dan naartoe ga. Ja. Dus maar, ja, maar dan moeten ze dit weekend nog open zijn. Er zit één ruimte in, ja? en ik ben er twee keer in geweest, en ik snap niet hoe ze het doen, want in één keer staan daar allerlei figuren om je heen. Maar ik zie niet waar, ik zie niet waar die vandaan komen. Dat is heel Oké, okay, ja. nou, we gaan het uh, bekijken. Um, Mensen zonder la magie. Ja. ja, en verdere dingen in, in Toverland. Overdag heb je de Bertus en Japie show. Uh, dat is ook een Halloween show. En s'avonds heb je dus de Food Street. Ik had het er net al even over. Waar je dus uh, serieus lekker eten kunt kopen. Wel tegen serieuze prijzen ook, maar goed. Uh, bij het park. Ja, ja oké. Okay. En Ik een ten... cocktailbar. En een cocktailbar. Ja, daar is Toverland helemaal van. Hè? Dat hebben ze ontdekt. Ja. De cocktail. Nou, heel goed. Ja, je kunt die met een flesje Fanta verkopen voor 2,70. Of je mixt het flesje Fanta in een, in een glas met ijsblokjes en een, en een slokje Blue Curaçao erin. En je vraagt er vijf euro voor. Ja. <laughs> Hallo, ja, zo werkt dat. En een beetje flaren erbij, hè? Zo je, ze? flare tenderen. Zo is nee, het. Maar Halloween in het Toverland, dus voor de zo zolang ze er geweest zijn. Ja. Uh, wat jou betreft, een weergeloofs succes. Um, Dit jaar geen vuurwerk? Nee, maar dat snap ik ook wel. Uh, ja, dat was vorig jaar wel vet, maar nu, dus uh, is snap er nu niet. Wel. wel aan het einde van de dag is er een. Um, een fotoshoot, dus je kunt als je met z'n allen uh, met alles poken op de foto wil, dan kan dat bij de uitgang. Wel op afstand natuurlijk. Uh, heb ik zelf niet gedaan, want ik zat toen in Troy met mijn gezelschap. Was ja, want dat klopt me af. 11 uur in Toverland is ook echt 11 ja. uur in Toverland. Ja. Dus om ik kan een, een minuut voor elf nog in een attractie. Ja, en ook alle attracties ook. We konden als we dat wilden ook gewoon in Coco Bolo of dat, dat waterdraaimonetje buiten. Oh, uh, ja, dat, dat is echt een pluspunt op de Efteling, vind ik. Maar goed. Want als die het 11 weer open zijn, dan zeggen ze altijd om een kwart over tien. Ja, baron is dicht. Sorry. moet <laughs> ja. een leger zijn in de gemeente. Ja. Nee, maar uh, gaaf. Ja. Gaaf. Ik stel voor, Maurice. Dat ja. we. Uh, want Europa Park gaat ook een nieuwe achtbaan bouwen. Ik weet er eigenlijk helemaal niet zoveel van. Dat we dat volgende nee. week uitgebreid gaan bespreken. Ja. En, en luister daar misschien ook binnenkort de nieuwste aflevering voor terug van Afterpark Lounge. Een andere podcast over Europa Park. Die gaan er waarschijnlijk veel dieper op in. Waarschijnlijk wel, ja. ja. Dan zou ik nu nog aan jou willen vragen. Ja, uh, Maurice, stel nou dat de pretparken toch alsnog nog dicht gaan uh, vanwege corona. Uh, oh. uh, welk pretpark? Uh, nou, ik ga het anders zeggen. Stel nou dat de pretparken weer dicht gaan vanwege corona en dat ze pas in maart, april volgend jaar weer open kunnen. Stel, uh, stel, stel. stel. Yeah. Wat is het laatste? En je mag kan morgen nog naar een pretpark. Naar keuze. Welk pretpark bezoek jij morgen? Europa Park. Dan wil ik nog alle nieuwigheden mee pakken. Dan wil ik in Piraten van Batavia. Dan wil ik naar Rolantica. Dan wil ik alles doen. Dan wil ik... Oké. Ah! Oké. Okay. Okay. Ja. En jij? Ja, ik wou zeggen Disneyland Prijs, maar daar kan ik ook niet heen. Want vanwege corona. Dat, dat kon al niet. Uh, dus dan zeg ik nu de Efteling. Want ik vond het afgelopen weekend echt weer leuk in de Efteling. Omdat het donker was in de Efteling. Ah. Uh, ze zijn het weekend nu tot 8 uur s'avonds open. En dan vanaf een uurtje of zeven, dan gaat het schemeren. Ja. Um, en toen zaten we zo goed als in het donker in Joris en de Draak. Ja, dat vind ik toch echt wel heel gaaf. Ja. In het donker in de Baron ook nog. Dat vind ik gewoon echt gaaf. Dus, dat dus uitzicht, ondanks die lampjes, al jouw gemekker over de bedrijfsvoering en over de mondkapjes. Efteling en... moet vaker s'avonds open. De avond in de Efteling is het leukst. Dat vind ik echt. Ja. En de bezoeker moet leren dat hij s'avonds moet blijven. Want dan wordt het leuk. Ja. Dat geheel terzijde. Volgende week is er weer de Team Talk. Ja. Uh, dan ongetwijfeld weer 40.000 miljoen miljard onderwerpen. Waarvan <laughs> we er vier uh, kunnen behandelen. Ja. Uh, dan zou ik willen zeggen... Uh, Themetalk.nl slash reageren. Stuur vooral vragen in. kunnen we volgende week wat beantwoorden. Ja. Dat is leuk. Themetalk.nl slash doneren. Of petje.af slash Themetalk. En, en tweet even dat je Themetalk zo leuk vindt. Want dan maak je kans op chocolade. Chocolade. Chocolade uit Rookburg. Chocolade. nieuwe gebied in Fantasialand. Oh, daar zou ik ook heen willen. Fly. Oh ja. Mm. Maurice tot volgende week tot volgende week